Goedemiddag, goedemiddag. Welkom onder Kampu, live de bom, de Akatakonde. Het is een hele mooie, warme zondagmiddag, 21 november. Ik heet iedereen welkom onder Kampu to Akata Kondre. En iedereen hier heet jullie ook welkom. En wie is iedereen die vandaag meedoet? Mevrouw Somara. Goedemiddag. U kent haar gezicht misschien? Jawel, u kent haar van Majauzu en van Gorjogo Taktori. Oh ja. Ja. Oké, mevrouw Stuger. Mama Broa. Moeder Overste. Ja. Fiscari, Hans Paters, welkom allemaal. Wat een mooie uitzending, blijft u vooral kijken. Onze wijze, onze ouderen, onze wijze. Onze pedagoog. Kijk hoor, wat is het? Ja. Zo, jawel. Oh, maar u zegt het al, onze pedagoog. En een liefde. Meneer Liefde, u kent hem. Sociaal deskundige. Ja, sociaal deskundige. Ja, veel van geloof. Ik weet het niet. Kondre Masakeda. Hallo, hoe heet jij? Hoe heet je, Precious? En hoe heet jij? Marcella. Hoe heet jij? Ziet u, de jeugd groeit. Amukwaku. Amukwaku in the house. Amukwaku in the house is de master of science. Meneer Bassi John, oom John, meneer John. Bassi John. Wijs hier met zich. Ja, met zich, hè. Hij heeft echt een baard, dus hij is wijs. Ja. Oké. Ga je even groeten. De dorstige Bassi Quinto, het is warm, hè. Ja, en ik groet ook. Dat Bassi Raab. Met die audio aan onze kampen, dat we dat kriore tongen. We broken aan Nederlands af en toe en we bari o bravi dan of asho akrami akradi madai wat roche ma jou super babla ge ponu mana publiek in bilik din kwa. Ja, iemand vergeten. Even kijken. Doe het zo. Ik ga het zo doen. Is het zo? Doe ik het zo. Dag iedereen. Oké. En boeps, laat het zo lopen. Oké, dan ga ik heel snel. Mijn herken niemand. Heel snel. Ja. Yeah. Heel snel, ik ben thuis geworden. Ik er weet zijn dat heel wat mensen, maar ja. We laten de mensen. Maar niet te veel in, natuurlijk. Ja. En zijn vandaag veel meer mensen die op mij lijken, hè? Niemand is zo knap, toch? Precies, niemand is zo knap als ik. Dit is je maar aan de moeilijk. Oké. Ja, ik denk dat je mooier. Zo. Zo. Ook mevrouw Melia, waar ben je, man? Mevrouw Poema. Waar is het? Maar ik kan hier zitten. Nee, maar net kijk. Poema, heel wat mensen. We hebben Rasta, de Rasta groepering daar in die hoek. De militante groepering daar in die hoek. Ja, ga allemaal niet te draaien. We hebben echte mensen, heel Noord is daar vertegenwoordigd. Jawel. We hebben ook Rotterdam vertegenwoordigd hier. Kijk, Rotterdam groeit gewoon. Rotterdam groeit, ja, laat. Rotterdam groeit. Maar niet die tafereelen van eergisteren. Dat wil ik meteen vragen. Oké, dat is leuk dan. Maar nu wil ik niet zeggen. Nee, hij is niet binnen. Jawel. Dat is je. Ja. Hans, het zit niet goed erin. Weer het voor iets. Ik ben dankbaar. Maar ik ben heel erg met af en toe dat ik werk op.
Zo. Waar gaan we beginnen? Met muziek. Ja. Met muziek. John, in het tijd is aan zet, zei je, zei ik ons aan Primbo. Kan ik even een beetje meespelen? Kan ik met Teda spelen? John, ik kan ook toepasselijk zijn, zei ik, ik kan kortje en Teda kan halen. Dat romantisch weer is perfect ervoor. Ja, perfect weer. Voor kan gewoon zien, John. Maar binnen zijn zet, ben je te ver? Want John zijn een beetje. Nee, op het moment dat hij iets gaat zingen, ga ik dichtbij opstaan. Ja, toen moet je. Was maar met elkaar toen morgen passen. Hans? Ja. Annie Wacko? Ik ga spelen dan. Oké, oké. Waar is die toen? Dat is niet de toen. Toen? Ja, maar deze. Was ik aan het pakken? Dat heeft ze niks. Nee, je moet dit ook wel eens zeggen. Als kan je geen niet spelen. Dat is dan een verre van mij. Elke verre van mij. Ja, even, je komt weer straks daar te zitten. Ga je op de blauwe stoel zitten? Ja, ik ga op de blauwe stoel zitten. Ik voel het ook van kondre, alles aan die dan. Zou je takken, John? Maar je moet straks naar die. Oké. Yetu do mana donswa, yawan kama nimba, yawan kama yawo. Achi bonsa John sing. Yawo yawo, yetu mana donswa. Yaboyoka, tutu mana donswa, yawan kama nimba, yawan kama yawo. Yawo yawe, tutu mana donswa. Tori dape, dan vaak is mijn singing in samen, dan is het zo aan taki. Maar als je stand vaak onder een kort een beetje. En als mijn man sabi, dan is het actie, dan zal zingen toch? Maar laten we starten met actualiteiten. Dat zijn veel actualiteiten. Denk ik hoor. Jawel, er zijn altijd actualiteiten. Liever altijd in is urine. Ja, nou ja, overal de wereld. Ja, elk land denk ik dat wel zoiets over zichzelf kan zeggen. Ja. Ja. Nou, vandaag is zondag. Gisteren was het zaterdag. En voor gisteren waren er heel veel actualiteiten aangekondigd. Sommige zeer lang van tevoren, andere kort van tevoren. Ja. Eentje. Ik heb alleen nu wat in Nederland gewisseld. Nou, maar over Suriname. Eentje die heel lang van tevoren was aangekondigd, was de Worldwide Rally for Freedom op 20 november. Oh, ja. Juist. En dat was echt ruim van tevoren aangekondigd. Ja. Ja. En eentje die kort van tevoren aangekondigd was, was de oefening voor het defilé. Defilé van ja. 25 november. En dan was het. Oké, wacht even. Die verder? Oké. Die verder storend? Ja. En dan moet ik iedere keer helemaal dicht bij iedereen gaan en dan is het. Oké. Op zo'n moment. Maar dit is die. Maar die mensen zitten zeker een beetje bij. Want je kan ze steunen, dan heb je ze ook als je ze commentaar wil geven, toch? Een beetje steunen aan je. Gewoon naar je stoel trekken zo'n beetje. Aan je stoel van. Kan je dat met je moeder? Pas op, hè, met je lichaam. Ja, meer. Juist. Nee, dat blijf ik wel. Stel door. Maar oké, dat moet. Schuin. Het is goed, het is goed. Oké. Dat zet je niet achter me, hoor. Dan zou je de grote graad deur maken. De stoel moet daar verwijderd worden. Is niet erg, ik moet toch behoorlijk draaien als jullie praten. Dus dan oké.
Je voet plein. Oké. Juist. Tabassi Rahman, we hadden het net over de actualiteiten. En er waren gisteren heel wat actualiteiten. Sommige lang van tevoren... gepland, aangekondigd. Ja. En sommige zeer kort van tevoren. En eentje die lang van tevoren aangekondigd was, was die Worldwide Rally for Freedom. Van mensen die tegen vaccinatiedwang zijn. Ja. Ja. En die andere die kort van tevoren aangekondigd was, zeer kort volgens mij, was de oefening voor het defilé. En ja. Door die kort aangekondigde, maar die had meer autoriteit, zeg ik het goed? Ja. Ja, kon datgene wat lang van tevoren aangekondigd was en gepland om gehouden te worden op het onafhankelijkheidsplein, niet meer gehouden worden. Wat vindt u van de situatie? Of wat vindt iemand van de situatie? Want niet alleen Tabassi praat. Ja. Ja. Ik denk dat het alleen in Suriname is gekomen dat die kort aangekondigde meer autoriteit had. Wat ik denk. Ik denk niet dat als het in het buitenland was, dat die oefening door zou gaan. Maar daar pikken ze dat soort dingen niet. Ja. Begrijp je? Dus ik vond het wel erg. Ik weet als ze het opzettelijk hebben gedaan, dat ze zo plotseling dat hebben aangekondigd om de hele binnenstad af te sluiten. Ja. Zodat er niemand naar binnen kan komen. Ik weet niet of het opzettelijk is of voor is of wat. Maar ze hadden wel een reden. Naar ik vernomen heb, zou een bus vanuit een Brokkemonde richting komen met 100 mensen en dat is afgezegd. Ze zijn verhinderd, ja. Zeggende dat ze, als de persoon ze daar, de autoriteit daar, zij met hun werk zouden verliezen. Dus dat wordt kunnen gedaan. Ja. Tweede punt. Geen enkele vooroefening van die DVD. Ik heb zoveel DVD's gelopen als militair zijnde toen. En wordt op het bestemde traject ervoor gedaan, vooroefen. Elke eenheid, het zijn van de politie, de CPR of de militair doen het op hun eigen terrein, ja, hun eigen basis. Klopt. Dat kennen we al jaren zo. Ja. Dit is eigenlijk gewoon een stukje naar aperij dat men niet kan bijhouden. Ja. Het is opzettelijk gedaan, opdat men wist van, men dacht van, je krijgt de hele menigte op het plein daar. En daarom is jouw bewust niet gegaan. De mensen die ook het georganiseerd hadden, hadden het beter moeten onderzoeken en beter moeten weten hoe daarop in te spelen. Wat mij betreft niet zo professioneel. De intentie was goed, maar ze zijn wat dat betreft een beetje pap. Aan het begin van hun kinderbedje. Ja. Dat land taki weer alles aan moroboom. En weer taki weer taki. Maar toe weer boete voor geen samakataki. Het is ook ongehoord dat ze dat hebben gedaan. Terwijl ze weten dat het religieuze organisaties het meest waren. Die daar te verschijnen zouden komen. Zij want de man ben komboxen met de oefening op het. Het midden in de stad, terwijl dat niet van tevoren aangekondigd was, maar ze hebben het als set gebruikt. En dat doe je niet, dat is ook onprofessioneel van de regering. Ja, je kweekt hard. Je kweekt hard. De defilé wordt gelopen, dat de netaktaki in acties aan iemand, jokkie, zandvink. Waar is ze met mondkap? Ik heb het niet gevolgd. Maar dat is punt zoveel. Feit, ze hebben alles eraan gedaan, denkende van, we horen eens maar tegen de condoosan. Minou, het rasset moet, dat kan je stikken met onafhankelijkheidsplein en dat soort dingen. Er zijn heel wat nog gevoeliger plekken om in opstand te komen of een hoe noem je dat? Protest. Een protest te organiseren. Die mee leggen voor het land direct. Per gewoon, in een wanneer gaat dat? Dat is gewoon tracé. Nou, ik wat dat dan, wat overstroming. Dat is gewoon tracé. En wat gevoelig zijn we boven. En dan komt Kourou daar binnen. En Mino Karning, maar strategisch betekent, is geen kinderspel. Ja. Op de moment dat je de defilé dat je de boeien taxi wordt opgeroepen om gelijk te stoppen om bijstand te verlenen. Ja, toch. Maar aan de boel leuk, want in de boel kun je naar kring dat ze aan de bouw dat ik ba, bij verrassing. Ja. En zo zie je weer dat de regering geen respect heeft. Meneer May heeft bijvoorbeeld aangehaald, pastor Meijer. Ja.
als er een procent meer ongevaccineerden zijn dan gevaccineerden, dan moet je toch democratisch te werk gaan en gaan nadenken van, in kan goed tegen de gevaccineerden in. De ongevaccineerden in. Tegenwoordig, we hebben webbers met ding. Maar laat me dit gelijk aanhalen. Heb je een landje, een land, waarbij de mensen 100% gevaccineerd zijn. Dat is Gibraltar. Ja. En daar zijn op dit moment, ze hebben alles gebruikt, booster Asa de Wani. Ze hebben nul ongevaccineerden. Nul ongevaccineerden en besmettingen bij de vleet nu. Dat want taki, die komt niet voor dat ik zei, nou, die broeder uit. Sambe Tegu zijn lopende broeikasten. En dat komt nu uit. En tenslotte gaat het ook hier uitbreken. Kijk maar in Nederland, eergisteren door 23.095. Ze zijn ook daar helemaal ondersteboven ervan, van hoe kan dit nou? Kom godverdomme nou eens uit met van sana sani, seipsa. Seipsa, we pakken mijn kinderen aan. We hebben telkens daarvoor opgeroepen, niet tegen ze op te staan, maar mee te werken dat die asan kan neem af. Want onder dan nee besmet. Tenslotte, want je wat extra mas kom po jawan presi ki breng en ten sei amas no ye piara jan euroko en ten sei want ya iwa cha wa special dose sani fears kom broko jan atras ma uchiri ma no unja om dat affairs sap unu en u sabah affairs u sek anuto lek fa ewa ya ten wa bepaalde man in a assembly ben sap a directeur fu IMF no Abe sek anang en abe aspraak en tina di IMF no wat teken en de koste man van het land. Suma be sap trawa. Oké, de lipap is dat ding. In elk geval, het was heel, alles was niet zo, het was allemaal terroristisch, streekachtig, echt slijmerig en opzet was in het spel. Men heeft alles gedaan om het te verhinderen dat de vreedzame mensen konden demonstreren en hun grif uiten. Dus echt het mooie, de vreedzame mensen. Ja, zijn vreedzame mensen, het zijn meer mensen. Nou, eerst van is maar mensen. Vreedzame mensen. En dat is maar in ego naki. Nee, ze praten. Mi dopu, mi duwinti, maar mi dopu, en mi nota. Dat bedoel je voor, mi zie je voor een aantal kerkjes maar. Mi soort kerk, mi is na Mohammedan, mi is na lastan christenen. Fetile kwam media dat ben brada. We gaan naar fetitum. Maar we kijken nog steeds niet uit naar een gevecht. Ja. We kijken steeds niet uit naar dat van Rotterdam. Want het zal overwaaien. Ja. Ten slotte, ik heb daarvoor gewaarschuwd. Daarom was mijn uitspraak. Wie vrede wil, moet zich op oorlog voorbereiden. En dat heeft zich al in Nederland bewezen. En overal ter wereld gaat dat uitbreken. Men gaat zich niet, deze generatie gaat zich niet laten onderdrukken door deze... Minasap, bij nader geen, ik heb er geen naam voor... Maar het systeem is niet waarover je eentje een brief naar huis schrijft. Het is alles behalve boven nul. Ja. Misschien zou je daarop, of engineer Hans, of onze pedagoog zou je. Volgens mij allebei. Nou, u zegt er is geen naam voor, maar wat ik wel merk, en dat is politiek gezien, dan zou je deze mensen toch neoliberalen kunnen noemen. Ja. Want het is vooral zeg maar de mensen die voor de markt en voor de bedrijven zijn, die echt achter die vaccins aanrennen. En dat zie je. Ja. Heel erg. Overal waar de meer rechtse regeringen aan de macht zijn, daar is het vaccin halleluja, halleluja. Ja. Goed. Bent u het daarmee eens? Ik heb zo'n beetje de zaak gevolgd. Ja. En dan... ben je gewoon geneigd om te denken van, nou man, als het gaat om behoud van de mensheid, toch, om het zo te noemen, dan verwacht je toch wel een behoorlijke kracht achter een dergelijke actie, toch? En dan begin ik te twijfelen aan die stootkracht van protest in Suriname. Reden waarom? Omdat ik in de jaren 73 en de ingreepjaren andere zaken heb meegemaakt, toch? Iviri, het protest rond 73, Abaisa, dat onderwijsprotest, ik was nog een kleine jongen, ik dacht op de lagere school of op de Milo, of in Milo, ja. En men heeft behoorlijk gestreden in de tijd, toch? Ja, ja. Zeker een maand tot 6 weken lang. Aanhoudend. Zijn de scholen dichtgehouden, vanwege
de leerkrachten, de ambtenaren, snap je? En iedereen. En by the way, de leerkrachten zijn nu niet nergens te bekennen. En iedereen was er bewust van dat er gestreden moest worden voor iets. Mm-hmm. En die kracht was daar. Maar wat zien we? Een paar jaren daarna, dat die kracht die achter dit soort protesten stond, stelselmatig toch, zijn gebroken en, en gebroken toch gebleven. Toch? En nu vraagt datzelfde electoraat, smeekt eigenlijk om een stukje stootkracht om dit, wat op Suriname afkomt, eigenlijk af te wenden. En het is eigenlijk een gwintie geworden dat men alleen maar praat en niet demonstreert, ja. Niet protesteert. Snap je? Dus, voor wat betreft die aanpak daar op het plein, met betrekking tot die oefening, het is een strategisch iets, toch? En die stootkracht van de burgers, van de bevolking, met betrekking tot dat protest om die hippie eigenlijk die op ze afkomt af te wenden, een kordaat af te wijzen, dat is ook zoek gegaan. Snap je? Dus betekent niet dat die overheid hoera moet zeggen, toch? We hebben het gewonnen en de mensen gaan zich komen vaccineren. Nee, dat ding blijft een hele lange situatie waarbij eigenlijk die mensen zich niet komen in vaccineren en het lijkt alsof iedereen stil blijft. Je roept maar en niemand kon protesteren, niemand kon vaccineren. Hoe verder? Maar. Een kat in het noma, graag gesprongen. Ga even bij mevrouw dingen misschien in je zin. Een kat in het noma, graag gesprongen. Ja? Een kat in het noma. Daarop wil ik voorop borduren. Want wat zien we? Men neemt alles van het van de westerse landen over. Dat van Nederland. Ik kan betten of wij kon jasranen op den duur. Omdat men nu eindelijk overtuigd is dat de meeste dingen geen fake waren. Fake was het van de regeringen. Mm-hmm. De wetenschappelijke onderzoeken. Ja, wetenschappelijk en zo. Zogenaamde zo zijn ik ding. Je mag niks van Facebook nemen, maar dat is naar Facebook, die pot staan. Ja toch? En dat ding is menens. En de seks maar het dede. Maar over wetenschappelijke dingen gesproken, wil ik een uitspraak aan u voorleggen. De directeur van Volksgezondheid zegt, er is geen wetenschappelijk bewijs dat zegt dat de Nederlandse stroom aan toeristen die in december komt, dat een schadelijk gevolg zou hebben voor de Surinaamse volksgezondheid. Dus de poorten kunnen gewoon open dus zijn. Daarom. Wie wil? Daarom. Iedereen wil daarop antwoorden. Maar ik zeg alvast, daarom is hij nu de minister van de directeur van Volksgezondheid onder die minister, onder deze regering. Dat zegt alles van hem. Okay. Hoe kan hij voorspellen wat er niet gebeurd is? Als ik niet precies. Er is geen wetenschappelijk. Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar. Precies zo was het ook niet wetenschappelijk bewezen. Ja. Dat mensen erg ziek zouden worden van dit. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen niet erg ziek zouden worden van. Corona. Ja, die vaccine. Mag je wel die wetenschappelijk zo tussen aanhalingstekens zetten? Precies. Maar. De realiteit wijst anders uit. Ja. Ik werk met de realiteit. Ja. Begrijpt u? Ja, de wetenschap heeft zijn kennis, maar de realiteit is anders. Vroeger was het wetenschap dicht bij de realiteit. Maar precies, het concept maar nu is het wetenschap anders. Is veranderd dankzij het hele vaccinatiegebeuren. Ja. Mag ik zeggen als wetenschapper, want ik ben een wetenschapper. Oké. Maar er is ook niet één de wetenschap. Het is een andere wetenschapper. Als ik zeg, morgen ontploft de aarde, daar hebben we geen bewijs voor. Ja. Wat is dat voor een argument? Het is nog niet gebeurd. Je kan pas na morgen vertellen of het daadwerkelijk gebeurd is. Als je nog kan vertellen. Dus het is gewoon een voorspelling. Zo uit de duim gezogen. Oké. Okay. Dat er geen besmettingen uit Nederland gaan overkomen waaien in de toekomst. Nou, het is gewoon wishful thinking. Ja, en hoe zit het met de geïmporteerde varianten dan? Oké. Een duidelijk bewijs toch dat ding wordt geïmporteerd. Ik noem het dat ding. Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik bedoel daarmee die virus die ons nu eigenlijk in een tang heeft. Als het een virus is hoor. Dat ding is toepasselijker dan een virus. Ik weet nog dat kort voor de verkiezingen men moeite had om dat oostelijk gedeelte
ja, die grendel daar open te gooien. Maar onder druk van een politicus, ja, die een voordeel uit wist te halen of dacht te halen, is dan het oosten open gegooid. Wat hebben we dan gemerkt? Op een gegeven moment was die corona-uitbraak in Suriname groter gaan worden, want het was eigenlijk op het niveau... bij bijzondere hooggeplaatste leiders. Het was nog op het niveau waarbij men nog harder kon achterhalen van hey, die is uit Nederland gekomen, rijden jullie naartoe en check dat alles wat er aan de hand is. Maar tijdens die verkiezing is die deur daar in het oosten opengegooid en iedereen van die kant uit mocht naar Suriname en toen was die virus in Frans-Guyana wel op een hoog niveau. Oh, dat is booming! Toch? Ja. U weet op een gegeven moment dat na die verkiezing dit niet meer in handen gehouden kon worden. Dat was helemaal... En inderdaad nu, als nu de directeur van Volksgezondheid pretendeert te zeggen dat ze niet gelooft of hij niet gelooft dat die stroming van toerisme tijdens de kerstperiode uit West-Europa ervoor zal zorgen dat die uitbraak in Suriname op een hoger niveau komt, zie daar die logenstraffing, toch? Zie daar die logenstraffing. De persoon in kwestie weet niet eens dat er situaties duidelijk als voorbeeld genomen kunnen worden om te stellen van die toeristenstroom van december aanstaande zal ervoor zorgen dat die uitbraak in Suriname op een hoog niveau zal komen. Ja. Want het is duidelijk, want we hebben het gezien voor en tijdens de verkiezing. En daardoor is die corona in Suriname veel hoger komen te liggen dan hier de coronacijfer. Dus de mensen moeten eerst nadenken op dat niveau voordat ze ons op een of andere manier met zaken opzadelen die ze zelf niet kunnen staven. Juist. Laat die minister zijn lot aan oud opnieuw en kerst verbinden, dat hij belooft dat het geen effect gaat hebben en als het wel effect heeft, dat hij dan opstapt. Laat hem zijn lot verbinden aan die belofte, want die belofte levert mensen hun dood of hun leven op. Ja. Dus laat hem zo wijs zijn, als hij voor de gezondheid gaat, dat hij zijn lot verbindt aan die belofte. Ja, minister, alsjeblieft, beloven me dat het niet voor extra besmettingen gaat zorgen en dat er niemand zal doodgaan van uw wijze beleid. Alsjeblieft, doet u dat. Ik denk dat men bezig is, om het zo te noemen, dat men bezig is... ook in de publiciteit, in de wereldpubliciteit, te klimmen door een eigen variant in het leven te roepen in Suriname met dat soort aanpak. Ja. Toch? Juist. Surinaamse soort. Laten we kijken naar bijvoorbeeld toen een percentage gevaccineerd was in Nederland. Toen hadden ze alles opengegooid. 93% gevaccineerd. En toen hadden ze alles opengegooid. Wat gebeurt er nu? Dagelijks 20.000 zoveel mensen. Besmettingen. Ja. Dus ik weet niet waarom. En de gevaccineerden mogen nergens naartoe. Precies. Hun kinderen mogen nergens naartoe. Dus die kunnen niets doen. Ik weet niet waarom de Surinaamse regering geen les daaruit neemt. Wat niet te doen. Even, juf. ik zeg je. Als men stelt op dat bij een dergelijke golf, een dergelijke uitbraak, bepaalde mensen die... ik weet niet als ze positief zijn getest of als men weet dat ze corona hebben opgelopen, dat ze nergens moeten gaan. Hoe is die controle daarop? Niet. Ze hebben geen controle. Iedereen gaat gewoon ergens, want men zegt ik moet mijn boodschappen nog kunnen doen. Betekent, de bewijzen kunnen gekocht worden. Betekent dat onze overheid dwelt met de open kraan. Juist. Toch? Ja. Begrijp je? Ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat men nog steeds op dit niveau en in 2020 nog denkt dat dweilen met de open kraan geen sprookje is, maar een daad die bewezen moet worden. Maar de werkelijkheid is dat een mand nooit gebruikt kan worden om een vat te vullen. Snapt u? Dus dat soort dingen moet u ons niet meer vertellen, want die leesboeken van toen met bladvulling, weet je, dat men daar een anekdote of een spreekwoord aanhaalde uit Suriname, die tijd is al lang voorbij. Toch, Loes en mama telt ook niet meer. Nee. Snapt u? Absoluut. Ja, sta ja, 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 de vos sloeg zijn horen
En de aapjes sprongen eruit. Die os bestaat niet meer. Ze zijn allemaal naar de slagerij gebracht. Snap je? En die aap is al lang dood, want alle bomen zijn omgehakt. Huh? Snapt u? Dus laat de overheid ons nu zeggen wat ze gaan doen met die corona-uitbraak die nu in Suriname plaatsvindt en die nog hoger getild zal worden vanwege hun denkwijze over die toerisme die ze wel graag in Suriname willen hebben. Maar dat 23.000 zoveel per dag telt en de mensen blijven naar hier te komen met onze weinige bevolking dat overspoeld wordt. En nog iets wil ik gelijk aanhalen. Laat ons even aanvullen. Ja, reken u uit wat 20.000 per dag betekent op een maand. Dat doe je maar 30. Dat is 3 keer 20.000, 60.000, 600.000 in een maand. Ja, dan hebben we het even niet over de herbesmetting, maar even gewoon losse vinger. 600.000 mensen. En al die mensen bouwen antistoffen op. Wat is dan nog het nut na een paar maanden van al die vaccins? Als al die mensen besmet zijn geraakt en antistoffen hebben opgebouwd. Waar hebben we het over? Wordt dat niet meer meegerekend? Israël heeft gezegd waar we het over hebben. Israël heeft dus aangegeven dat het vaccin is... Aneuroco. Juist. Israël takken. Ze waren meester en... Zelf. De hele wereld moest het voorbeeld van Israël aannemen. Israël. Ja. Zo ze goed waar, het beste jongetje van de klas. Na Saruseruan, ze hebben lastig sabah voor zo'n abiazo. Ja. Maar na Seruan, ze heet het. Maar ik heb ander nieuws. Ik ken vele verhalen, maar mag weinig vertellen. Maar ik heb ook vooral mijn speurneuzen ook. En het is mij gezegd, we zijn... onze mensen worden nu duidelijk af van onze... Opbouwend kritiek, buiten bepaalde systemen gehouden. Ja. Bij de... gediscrimineerd. Nee, ja, onze mensen. Ja. De groep werden Akata, mensen die tegen zijn. Ook. Bijvoorbeeld hadden ze een... Hoe dat ding? Eergisteren. Decoratie. Men heeft onze papieren alles tijdig ingevuld. En een bepaalde groepering die... Dat zegt ons niet te kennen. Als je daarover neemt, dan ken je Akata. Iedereen kent Akata. En we zijn met opzet buiten gehouden. Ja. Er waren 4 of 5 mensen van hier voor hun diensten gezet. En ze zijn bewust door de commissie. De commissie heeft geweigerd om ze te accepteren. Is het, we zitten niet om almoes te vragen. Nee. Maar als je gedecoreerd wordt, is het om je diensten aan de gemeenschap. Juist. Dat moet deze regering weten. Je krijgt het niet als cadeau. Je krijgt het als bewezen diensten. Ja toch? En wat de regering die net hier in Alasma ving, het is erger dan Sodom en Gomorra. En het enige dat we kunnen doen, is ze bedanken daarvoor dat we inderdaad die op de mentaliteit dat naar true die mening. En we gaan onze protesten door laten horen. Until. Ik van kerkje naar de trouw hoor de protesten door. We gaan uit. Vandaag wat wij uit weinige monden of eenmondig doen, zullen anderen duizend mondigen uitschreeuwen en het zal zijn uitwerking hebben. Ja. En wij deze regering, ze zullen voor zo'n tijd in Gwa Osodo pak den bisem dat in Gwa, dat druk ook hebben. Want ze zitten vol bedriegers daar, ze zitten vol oplichters daar, ze zitten vol fraudeuze mensen die daarvoor leven om fraudeuze handelingen te plegen en het volk gewoon plat te vreten. Dat hij hem doet roken, dat hij kon horen naar buiten omdat hij nog denkt dat hij de discrimineersmafie of doet dat hij. One day sabaku, one day fu chonchong. One day sabaku, one day fu chonchong. Maar onu no do hard met hard, we gaan niet vergelden, maar de oshipe die horen thuis. Laat ze maar denken aan de vierkant dat ze voor Adin hadden geregeld. En de minister van Financiën had zoveel daarover te vertellen. Time will tell. Tabasi, ik heb 2 vragen. 1 vraag is... Maar dan weet men alvast waarom we niet in aanmerking zijn gekomen. Ja. Want het waren heel goed gefundamenteerde toestanden. Mensen die beter dan mij waren, zijn voorgedragen. En maar Tabasi, wat u daar zegt over discriminatie van mensen van Akata. Tijdens Gore Jogo Taktori afgelopen dinsdag heeft u ook gesproken over dat u iets heel simpels... Niet dat u wilde regelen, dat het gewoon absoluut niet kon en blijkt dat u ook niet bestond. Is dat een voorbeeld ook? Het bijna samen weet ik meer aan dat. Terwijl ik overal bestaat, alles aan het midden, maar dan gaan we instanties doen aan Sani, dat de man om af en toe niks zoomen.
En dan heb ik nog één. Maar weet u, want minister nam Chinjami geboren. En mijn soro dat wordt in Alassane if me. En wordt Jim Alassane if me. Dan heb ik nog eentje. En dit is een stelling niet van mij. Het gaat als volgt. Iemand zegt dat. Het zijn niet mijn woorden, maar ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Deze regering is gewoon een spek- en bonenregering totdat de NDP op kracht is gekomen om weer goed over te nemen. Absoluut. En de NDP met zijn partner, tot nu toe zijn we met gehuwd met een web. En heeft trouwens nog een wankon erbij, Nadine. Maar alle boomkrachten kunnen we wel gebruiken. En ik praat hier niet namens de NDP of namens Bouterse, maar ook namens de ideologie die de partij op nahoudt. Ja toch? Praat ik hier, NDP komt bakken, met BEP komt bakken. En trouwens, de BEP achterlinie en de gelederen hebben duidelijk signaal laten horen na de oproep van de ABO, dat ze niet voor een dubbeltje zijn vervaardigd, of wat, hoe je het wil noemen. Ze hebben bewezen duidelijk intelligente en menswaardige mensen zijn. Zijn waardig als mensen te worden behandeld. En het is maar een kwestie van time will tell. Dan heb ik een opmerking van de heer Gerald uit Alabama. Die zegt, wat zijn die dingen mama Mofe Kong? En volgens mij is dat, vanaf het begin af aan heeft hij dat gezegd. Wat jij wakker? Ja. Wat zijn die dingen mama Mofe Kong? La. Ik wilde even een comment lezen, maar nee. Gerard Abama heeft gelijk, want zijn dame mama moet weer komen. Samana heeft verstaan, ik deel je de schrift, want zijn hij komt. En als hij komt, nu een man om aan tapping. Net zoiets als die hier. Naarmate het hoeje Rotterdam dichterbij komt. Middags in Rotterdam, daar is op zijn dame mama moet weer komen. En even een soort, een ander onderwerp, maar niet precies anders. Even kijken. Ik las dit dus op Facebook als een issue. Soms zijn in de klas zijn kindertjes ziek en die moeten dan ook geswapt worden. Wat vindt u ervan dat kinderen vanaf 4 jaar of zo ook geswapt worden? Ik vind het wel een beetje beestachtig hoor. Want ik heb wat Tjapon verkoten, Tjek is verkoten, we zijn ook in de griptijd. Ja. Alassane in Lukunes Maris Esuku, een punt, we kunnen make money voor, we kunnen zeer een vaccin. En volgens mij zijn het alleen maar vervallen vaccins, hè? Die er niet zijn. En ja. Die nu worden doorgedrukt naar volgend jaar. Oké. Okay, ja. Want het is al bewezen dat ze vervallen zijn. Ja. En dat je ook geen gespoortsman aan. Weet je hoeveel mensen nu dat mensen maar etiket vervallen? Je bij wat was aan bewezen vervallen in ons deze week niet? Nou, bij wat vaccin. En was aan die etibri onder 70 à 90 graden Celsius voor spoortsman in je skin?
dat al vervallen is, nou, dan moet je goed gek zijn om dat te laten gebeuren. Of zou het een teken kunnen zijn dat... En ik ga nu niks in met China, zo met Afrika toe. Probeer doen, dat je zegt, als dat dan mama voor kwaad, dat na pamo voor ik kwaad. Maar ik heb ook met het testen meegemaakt. Je gaat het echt niet doen. Ik heb ook met het testen meegemaakt. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb één keer toegestaan dat iemand van het testteam dat deed. Die man die heeft gewoon echt lomp in je neus gedaan en daarna mocht ik het zelf doen met zelftest. En die testen elke week twee keer zijn prima als ik het zelf doe, heel zachtjes. Maar die mensen, nee, maar die mensen die forceren. Dus ik zou mijn kind nooit, dat je nooit zwak zou worden en zeggen van, doe dit. Ze duwen gewoon iets kapot in je neusholte. Ja. En inderdaad heeft het bewezen, de meeste journalisten terug zijn gegaan, hebben gestoord van een... Je moet, hier binnen. Je moet niet vertrouwen op die mensen zomaar, want ik heb het er zijn wel mensen die het weten te doen hoor, ja. Dat moet ik wel ja, begrijpen. Ja, dat wel. Er zijn trouwens, ik heb toen ik naar Nederland vertrok, een paar maanden terug, heb ik duidelijk gezegd tegen de persoon die het zou doen, het was een Japanse dame en nog een rampendrakkie. Alsjeblieft, alles is normaal bij me, laat alles normaal blijven. Nee meneer, u heeft zich niet druk te maken. Ik heb niet eens gevoeld en ze heeft het bijna gedaan, ik kwam hier het tata dit win. En hier achter je tand eigenlijk kunnen ze ook dingen nemen. Ja. Men hoeft niet verder te doen. Niks in een spaar. Je mag daar niet naartoe. No moment in een soort godja, maar jij zoeken. Maar kinderneus is klein, hè? Ja, en misschien kom je anomaas meer boemer op wat stand op neusbloeding en stop. Juist. Brada, Tamara scoren spang, krant is alles aan spang. Ik bedreig niets en niemand, maar op pas af. Mie elood die misschien. Mijn kind is alles. Er is ook een andere grapje. In Nederland hebben ze opgemerkt dat leeuwen en apen ook corona hebben. Ja. Ik weet wie die leeuw is gaan testen. Ze hebben het ontdekt bij leeuwen. Een heel lang stokje. Ja, maar dat het op dieren kwam. Wie gaat die leeuw testen? Zoetas aan groeien en zo enzovoort. Onder narcose. Daar heb ik ook een stelling. Maar hoe dan? Ja, die depot en figuur. Onder narcose toch? Ja, maar hoe dan? Hoe weet je precies dat die leeuw... In contact met hebben gekregen van die schoonmakers. Ze schieten die dingen toch met een... Ja. Maar dat is wel een grote deel aan. Nee, maar de dieren het krijgen, dat wisten we al, toch? Ja, helemaal het begin. Ze hebben het van toeschot. Maar ze hebben van dieren gekregen, omdat ze toen die dieren hebben gegeten, heb ik gehoord. Maar die theorie klopt dat weer niet, want toen je deed het, het affaires deed het ook. En laat mij zeggen, na 4-5 dagen, afvirus nee hoor, ik moet niet schieten. Al ik ben nou weer, maar afvirus deed ik bijna sting. Je had een hoge koorts? Ja. Oh, als je hoge koorts krijgt, gaat het ook kapot. Dat is wat ik koorts. Ja, hij deed het toch. En dan een koorts heeft gekocht, afvirus heeft deed het. En toen in de machine is maar veel leuker en zo toch. Per alle leek go, de meeste wil ik dat naar ingewande morgen. De ingewande doet dat diensten. Dus dat ding is een heel... Ik heb er nogmaals geen naam voor. Ik heb een stelling. Het luidt als volgt, het is voor iedereen. Het gaat over specifiek het Pfizer-vaccin. Dat gezegd is dat het onder de min 60 en min 90 graden bewaard moet worden. Mm-hmm. De eerste is geen stelling, is een opmerking. Heeft Suriname capaciteit om deze te bewaren? De volgende, oké. Nu, de stelling is gebaseerd op het nieuws dat de WHO heeft gezegd van... Oh ja, die vaccins die eerder... vervallen zouden zijn. Ze zijn toch maar niet vervallen. We verlengen de vervaldatum. Heeft u dat bericht meegekregen? Ja. Oké, nou goed. Hoe kan dat ineens plotseling? Dan is die stelling als volgt. Is dat van Pfizer vaccin, dus ook dat het bewaard moet worden onder hoge, lage, speciale dingen, niet gewoon een poespas, om belangrijk te lijken dat de elite landen zich speciaal zouden voelen met hun elite vaccin. Maar het gaat erom dat het vaccin naar binnen gaat. Zo snel als mogelijk, want nu is Pfizer begonnen met een speciale pil. Speciaal voor de arme landen en de middelarme landen. En over de testsituatie, daar zijn al begonnen. Eén heeft ook al een coronapil die goed is gekeurd, toch? Daar, maar dus over de testomstandigheden, het wetenschappelijke gaan we niet over praten. Wanneer neem je de pil in? Voor maar, of na? Tijdens, denk ik. Tijdens. Maar gaat het er niet om? Lijkt het er niet om als het gewoon gaat? Maar drink met is gewoon, ja. Maar lijkt het er niet op? Je bent dan... Oké, okay. Stelling. Dan ben je preventief beschermd, want je drinkt van tevoren een kiezing. Ja. En heb je kiezing, we poren onmiddellijk toe. Maar lijkt het er niet op, alsof het er niet om gaat om het vaccin, want of het nou vervallen is, goed bewaard is of niet goed bewaard, als het maar in het lichaam gaat, gaat het er niet om dat het in het lichaam gaat. En wat is het bestanddeel van het vaccin of de pil dat zo goed in het lichaam moet? Dan het vaccin. Ja, er is een contract getekend. Er is een contract getekend met de Europese Unie dat al die landen zoveel vaccins moesten
doorduwen. Ja. Ik heb u een filmpje daarover gestuurd, Tabassi. Misschien kunt u het even laten zien. Ja, ja, ja. Maar ik heb het net gezien. Maar in Nederland lijkt vaccinatie op dwang. Je wordt gedwongen om gevaccineerd te worden. Daarom de rellen in Amsterdam de laatste dagen. Want ze zijn bezig een G2. Ja. Hey! Hey. Hey, sorry hoor, maar hey. Het slaat nergens op. Het is al lang afgedingen, maar het is gewoon. Ze vertellen je dat olifanten roze zijn en dat ze door de straten lopen. Ja. Dat vertellen ze je. Ja, precies dat. En kinderen geloven het ook niet. Maar die ouders vertellen die kinderen, want die ouders geloven het om een of andere vage reden. En die vertellen die kinderen dat het waar is. Dus zitten ze allemaal. Maar dat is nonsens. Ik weet niet hoe mensen nog kunnen geloven in dat ding. Omdat wetenschap en wetenschappelijk bewijs een nieuwe definitie heeft gekregen in deze tijd. Wetenschappelijk bewijs is niet meer gebaseerd op gedegen onderzoek en tijd. Nee, het is gewoon iets wat iemand zegt en vindt. Oké, laat zetten. Laat je gaat toch op je boxje zetten? Oh ja. Ja, ja. Ja. Even, maar daarvoor, hij is bezig op dat box. The contract signed between pharma... Dat zeg ik niet. En wat vaccin en appel betreft, na kwakanga jou. Even een kwakwaku jou. Ik kan niet op het boxje, maar we gaan terug. Kwaku no de jouw eko, kankama, kwaku jouw no de kwakeko, kankama, no de jouw eko. Amikwaku dan amikojo. We doen het even zonder boxjes. Maar ik heb even nog één keer testen. Als het lukt. Wat is al getekend met de Europese Unie? Oh, wordt ook geleverd deze kennis. Ja. Kan dit naar jou sturen? Het lukt wel. Opnieuw doen. Ja. Lukt het? Staat er is een app nodig? Member of 2020. Was made available to Matt on Tuesday. Okay, dan moet je naar mij sturen. Waarom? After the company agreed to open the contract up to scrutiny. Is het op zijn luidst? Ja. 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 Ik hoor het wel. They are imposing a medical product on the European citizens. Without them knowing what's in this contract. Not only them knowing. We hoort het daar. We us. We don't know. So after a lot of pressure in the parliament, as the article says, these contracts were disclosed to us and to the public. What you done? And I want to show you some of those pages. There you go. And you tell me if this is okay for the European citizens to be exposed to this situation where they cannot come to work, they cannot enter a store, they cannot go with their kids to schools. Where they cannot freely move from one country to another, unless in one situation he's vaccinated with one of these products. So these are the contracts that were disclosed by the commission with the approval of the company. This is unheard of. And I will just show you the pages. These are the pages. You see? They call this transparency. So this is the fundamental principle, right? Of democracy. I'm asking you guys, is this transparency? Do you see anything? Because we don't. European citizens' money have been given by Ursula von der Leyen to these companies. What happened with this money? Where are they? Why are they open with the people and fully transparent? So we all know what is going on. The difference between tyranny and democracy. It's very simple. When the government knows everything about you, that's tyranny. I know how it is to live in tyranny.
When you know everything about your government, that's democracy. Yeah. Yeah. So this is where we are right now. Het verschil tussen, ja, tussen tyrannie en democratie. Tyrannie is als de overheid alles over jou weet en democratie als jij alles over je overheid weet. Ja. Ja. Oké. Want mevrouw Jennifer Dijk-Silas die zei dat Suriname richting een fascistische staat gaat. Wat is jullie mening daarover? 100%. Maar om die daar kan staat hij. Zolang ik zou kan staan, kan ik zo te staat hier wonen. Maar in zo'n tekst, een kruik had wat er dat die baas. En Suriname, ik vond nog een sap die zei before. Als de overheid is nog sap, zijn kamp zijn er before toe. Als een kamp zijn, aan de leer zijn. Ze zijn niet in staat te regeren, dat is één. Ze kennen geen protocollen, dat is twee. Ze zijn onbeschaamd in hun. Er wordt dat de abi lange vingers en zijn allemaal schaam wanneer ze een valse document en alles opstellen. Als ik kijk nu naar het nieuws, dan zie je heel wat handelingen die gepleegd zijn, die mensen op topplaatsen, mensen in familieverband, die topfuncties bekleden, het blijft maar gaan. Alleen na tik ala, tik ala, tik ala, tik ala, maar aan op sa, alles aan op een pisting. En te ating o draai, nogmaals, ik ga er zeker dat kon dit nog gebruik gong, of nog gebruik nef, of nog gebruik ouro. Maar Sandy wil gebruik de attractief masragado. En ze gaan niet jarig zijn. Ze gaan niet jarig zijn. Nooit maar klapje daar laat je vinger tegen te zien. En bij een klapje was mij door dat op ook dat pijn hangen. Tem door dat pijn dat lijkt je op een rijpe tomaat. Ja, je ster, je ziet hemel. Kan je niet denken dat je Petrus schreef. Maar uno weer u tando dat doro, sa we do nanga bofal ding. En ja ondro campo de wetak, ala unetak, ala san ordinaire, ma wetak, wetak Nederlands, ma wetak ook Krioro. We fanku sa maka, we fanku, wetak Aukansi, wetak Engels, wetak ala sani. Ma wetak Hollands of Nederlands nog, Hans? Ik spreek Limburgse klein beetje. Nederlands met Limburgse accent. Okay. Maar geen Hollands. Geen Hollands, geen Hollands. Ik kan geen Hollands. Je kan geen Hollands? Nee. Oh. Nederlands. Maar goed, Steven Chinaton die zegt dat hij ook niet bestaat. Dus wat u zegt, hij bestaat gewoon niet. Ja, hij, de mama. Ja. En hij heeft de vraag, hij vraagt, wat is mama Mofo? Te bij Kong. Te wanboto bij Kong. Kom lekker uit zijn mama Mofo. Dan na een monding, een bigi monding van Liba. Dat was Johnny. En je hebt mij een pistati. Leg me de pistati uit, John. Mama Mofo. Ai. Dan maak me bij je brada lekker uit. Asabi sani moromi. Oké. In de kakamer dat je te kan is, maar ja. Mama Mofo. Mama Mofo. Dat na. Je taxi afri. Dat is altijd dat na. Pali maar, ze horen je dan. Oh, jullie ja, horen. Ja, ja, ja. De mensen aan de ja, mijn man hoor. Ik kan de mijn man hoor naar Waliba. Want zijn ik kon naar Waliba. Ja. Dat is mijn man hoor. Maar ik kan de ook doen dat aan mijn man hoor. Maar dat is op schande. Is schande. Het is op komst. Het is op komst, ja. Dat ik in mijn body van zijn. In een jaar. Juist. Is dat maar uiting van mijn mama voor. En ik vraag wat ik dat is uiting die symbolisch. Dat kwam zijn ik kon. Ik kopie af en toe wat ik moet doen aan mama voor. Dat is een brady van die van mijn brady van de kant. Mama. Ja, mama. Adam mama jana. Adam mama voor. En dat alle wang wit. Dat kwam zijn dam mama voor. Dat kwam zijn ers. Is gaan. Dat kwam zijn de kon. En wee u aan de regering om elkaar kon. Naar de comité regering. Dat is een massa vlokje toch, of een massa takwansani, het gaat uitkomen. Het gaat uitkomen. Je ontloopt dat nog. Je kan ook zien, maar dat ik geen magie meer noem dan naar Banawatrak. En van mijn vader, sinds ik ook die ouders op, ik neem ongeacht in soort toestand je ouders daar, maar je jompotik leti, je jompotik fessie. Je laat alle recht, want gado neuro kan pikken en abidisma. Ik kan actie, ik kan
is een actie, is een begi. We gaan het spreken. Dat je mijn vrouw wakker, mijn papa wakker, mijn mama. Maar in een jump up, they all of veroordeel je man of papa. They make you. Je zo gado in een letter morgen. Dus dat is een falsen spreken de zaak. En daarom ben ik hier. Een man af doen noti, ik hoor hem dat ik jongen naar boy die mijn make-up heb, die make het tak zo. Dan, na probleem ba. Mi sabi wan tori, andro kampu. Nou, toen was ik in attending bij Europa pas. Daar heb ik mijn man direct de tovenaar. Daar is dat een prijs ook zo toch? Ja. Op je taf, feste. Nou, hij was aan mijn dek, je moet erbij gaan zien. Maar op je kontrol. Arika kom, bij je moet erma. Afijn bestaan moet erma. Dus daar was hij ook zo. Dan. Amma, altijd ik was aan mijn, altijd ik voor jamma bij je taki. Dan amma gugon na ke wani juru maten asandi meta ke sende yara to se 80 en 90 bijna atenda de kami mande te tu fana na pasa minami and no mino kontro wa ruisma kwa kisra ka kenas mi komoro le pi 1000 mal moro tu dan amma gofu aksen fwansani da atibe brona nga amma want prende ko anda pe dise dati en amma kon klase wi chen fruku e wi chwa ti fo dan abe a wan po wan wi wi watan po esta en nachtspiegel ja en da ware so geplas hat da mak na la dor se amma bijen taki mi no afara mi waka go bay san no no inabi chin wan pis bere of ti alesi jimi dam kambi yin boren da mi ka kanikal pas koka Nou ja, als je een kantoor bakken met donjanga man, moet je zijn fijne afdringen. Daar gaat dat ik op een plaatsje. Nou, echt de toren is aan mij tegenwoordig. Basako kan tegenwoordig toren dus. Dan is je vrouw een rekondre cabra sanka. Die heb je afgesteld een rekondre cabra sanka. Dat was ik aan koro baram tapwa in haar pis dat. Na foto a toren heb ze, mijn rekenen presi als straat den gebied dat. Na kant a plaatsje troe het af aan man. Als je op je naken gelijk, amma bar mi gado mi ching, amma horen bere, amma drywe. Tanga de titiuru ten asanip sa tanga de twa fiore dede, shwerik ba, loso ek moton es king, af yo fio na takru yor ka fio fio. Ya, amma di meken, no manchita kai dede, on dans dati, dan wans ma karmine, wan mi set so da kef, wan outu do wan presi, Pasje konto. Once ma mus deda pe sota so wan presi ukango. Da maka kwa young boy da so wan presi ko ulongo da pe. Atwas wan transma pichi ai na malina nga pa France kwe chasa sa kwa sani deda longkom. Da fio fio kon, a fio fio l'episode ana den doro den diri uruba kanna. Dan pa France nga malina temi ta ki engel ki nam goi na uro komoro a lati. A yor kou chiren. En gran mayor ka horen ba. Bas, mami, atelak mi krasi lekwa aka. No, pa ler mi taki no kandi serda. Matak boy mi tegi no mgoi na roko moro. Da mi wa waka gweli ba roko. Da kabra barna, ta pra nene kondre kabra. Da kwa si kai koro. Ta kuti kwa peti so pi jimanga wet krosi. Da mi kisha drante mi dringen de masan taki na pepe. Do anu no meso de taka no pepe. Peus don ya meso de na ano pepe. Na dranata amendrinda adua sanja pchenda tidi mino taksadu dat redeli bi ma dadu enta pa wet krosi de be shifa de lo sefa dom isap sa na na lo so na de yorka enta moro biji wa opo free pay go langa langa be pepe yo be persis pe kra fo meki esa big ba et sen se fale di sen hobiot a man dis don ja no di bende boy Want die ben de boy die ben denk ik een boy. Ik control Amara Ramon nu en dan ben denk ik Amara Ramon. Dus ik heb waar over ik praat. En temet dat ik dan Malik Sako Sabi temet dat ik over ik praat. Ik heb een. Den pisi disi nooit misi at suden gewoon dat vraag. Ik heb pot den kondis ma. Dat no, ik heb dat ik nog krapa nga mandi. En na gran kabra edu des den toor dat ik. Tef yo fyo kol lepi tru. If you never agree your car, you know go your dede. And if you're not a fool,
ane nya furanga de sanda tina libis mai nya gwa sabana ya libis mai gwa berpe na askere to se dood ele ifa dape des daram inom in sabine sanda ti des wasani de na mama mfe koma dat na luwa musini so ya ya des daram utakatori so do kan kye waka. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, toch? Volgens mij hebben heel veel mensen weer kippenvel gekregen. De mis Donja, je is hem zo. Dan heb ik papa, de bentijden, de bijgema, of soms maar weet ik. Ja, Ramon, des Ramon dat. Dan is papa ook al, dat pataki. Aborto die tjara op je voor aboy die wees, dat per Ramon kom. Abi was afraga voor abuan singer taki. Abuan singer taki, waar je naar wint, dan was singer singer. En dat aborto doro in afosten. Da fraga ben pritrit hele mal. Atur mi wanyara kumanti. Kadini. Boy mi meki no ya no no ayu mi mi do. Ah. Mama ben mi braselet, ne pa wa. Mi wan go boy. Kom na. Ik moet wel komen. Kom na. Is goed, is goed. Kom na. Kumanti. Dat zou wat dat zakje. No no wat. Is hem zo'n ben kama. Isimson ben kama obia, isimson ben kama o, isimson ben kama, isimson ben kama. Ik zie hem zo pretty, maar ik heb zeeën over yes. Naar stormen me doorstaan. Me met voor mij. Yeah. En just the same me libi. Ik heb heel wat meegemaakt en steeds meer met mij en met Nora mee. Ja. Zo. So, die vraag, die krijg. Oké, dit is geen vraag, dit is een opmerking. En deze die opmerking wil, die was. Ik krijg wel op zijn bil. Deze opmerking die was al gemaakt toen we aan het praten waren over het coronavirus. En specifiek het stukje over coronavirus en dierenbesmetting. En de heer Quincy Zegelaar die zegt, ik geloof niet dat men COVID van dieren heeft gehad als wat men zegt. Ik ook niet, ik geloof het niet hoor. Als wat men zegt dat COVID van vleermuizen komt, want COVID wordt steeds erger. Nu heb je Delta. Dus zo zie je dat een groepje mensen deze ziekte aan het maken is. En COVID kan inderdaad ook bij dieren voorkomen in een dierentuin als wat die heer daar zei, omdat mensen die COVID hebben in contact komen met die dieren. Precies. Dat zou kunnen. Maar niet vanuit de dierenwereld. Het klopt niet. Dus de Zegelaar 100% gelijk. Volgens mij was dat ook onder. Alsof ze in China ineens zeggen: stop met vleermuizen eten nu. Ja, ze eten. Kan van alles nog vanuit. Ze eten vleermuizen als ze zelf afvliegen. Maar ik heb een keer gehoord dat wat de maffia doet bij mensen, dat noemen ze een protection racket. De mensen zeggen van, ja, ik heb jullie bescherming niet nodig. Oh nee, geef dat geld maar, want je hebt onze bescherming heel erg nodig als we je winkel in brand zetten. Hè? Ja, dat heb je ineens wel nodig. Ja, dat noemen ze een protection racket. Maar wat ik nu zie gebeuren wereldwijd, is ook, eigenlijk kan je dat ook zo noemen. De overheid zegt van, ja, neem die vaccin. En waarom? We hebben geen vaccin nodig. Wacht maar. We zijn niet ziek. We zorgen wel dat je hem nodig hebt. Want er komt steeds een nieuwe variant. Eerst waren het de ouderen. Toen waren het ineens de jongeren die kregen een variant. Want de jongeren kregen niet, was de hele tijd een argument. Yeah. En hup, kwam er een nieuwe variant. En hup, heb je die nodig. En zo gaat het steeds verder. Ja, straks maar dat is straks al het moment. Ja, straks gaan we horen. Alle huisdieren die krijgen corona. Nu hebben we nog een ander vaccin. Dat is ook zo die huisdieren ook bloed weer dringen. Maar die houden niet aan. Maar dit noemen ze protection racket. En vroeger werd het bij maffia vooral beschreven. Ja, maar nu zijn ze ook. Ja, ik vind het heel erg erop lijkt. En de Russen. Wat ik zie. Is dat wel zo bij ebola hadden gezegd dat het van apen kwam? Is maar niet iets wat mij hoeveel ja precies en plotseling kwam er een ebola daar. Dus het is hun argument klopt soms.
Eeuwen, precies. Ja. En plots nooit ebola gaat en plotseling ebola gaat. En mensen dat klakkeloos overnemen. Ja. Ja, ik een beetje fadong, en een film erover maken dat eng is. Maar het gebeurt al, hè. Hersenbloeding, dat komt nu steeds meer voor. En hartaanval. En hartaanval. En daarvoor we zorgen naar onderwijs dat die aan op sa. En dan ook dat op saru. En soms ben ik zie een wij komen ofzo. Heb ik een weerstatement? Dit is niet van mij, dit is van de heer of dokter Asina, zijn dokter. Ja? Ja? Oké. Okay. Hij is zegt, de hoofd van. Hij is nu is hij het hoofd. Want eerst was iemand anders het hoofd, hè? Mm-hmm. Hij is nu het hoofd. Oké. Okay. Hij zegt: er is geen plicht om je te laten vaccineren. Absoluut niet. Dat benadrukt hij. Je hoeft je niet te vaccineren als je dat niet wil. Het enige wat wel kan gebeuren, is dat het zover kan komen dat je niet meer van alles mee kan doen. Omdat het veel te gevaarlijk voor jou gaat worden. Maar je hoeft niet te vaccineren hoor, niemand wordt gedwongen. Daar was ik heel benieuwd. Wat kan zo gevaarlijk voor ons worden? Waaraan hoef ik niet mee te doen? Ik hoef niet aan het terras te gaan zitten. Mijn af gaat bemoeien zomaar minder is maar. Mijn af dat die epidemie komt voor regel mezelf noemen. En alles wordt buiten geregeld zoals bij elk ander. Ik ga naar vrienden naar de politie door zijn, ik ben Mi gua dati na dorse mi mukna po. Mi goso na dorse mi mukna po. What for base S kom yung masyaka dati ka next year to do. Okay. Mi no going wang theater. Yeah. Mi no going wang tabuan teras. Mi no going wang masa meeting sani. Mi no going na jugo dati. Maar ik moest bijvoorbeeld van mijn werk. Oh, sorry, zij wilde eerst mevrouw Stiefel. Als ongevaccineerde mag je nergens gaan. Je komt nergens. Hoe kan je andere mensen besmetten? Precies. Je komt al nergens. Maar het virus wordt toch in die mensen besmetten? Ja toch? Je komt nergens toch? Ik mag niet naar een terras. Ik mag niet. Ik mag daar niet. Ik mag daar niet. Want ik ben niet gevaccineerd. Ja? Wie maakt de ander ziek? Precies. Ik niet toch? Want de gevaccineerde. Ik bedoel, de ongevaccineerde. Die komt nergens. Die blijft thuis. Die moet aan Mohana thuis. Juist. Ik moet eerlijk zeggen hoor, één ding moet ik eerlijk zeggen aan meneer dokter Assen, met alle respect. Ik ben bang voor gevaccineerde mensen. Ik zie ze als een bron voor vaccineerde mensen. Misschien bedoelt hij dat. Misschien bedoelt hij dat. Ik ben bang voor ze. Juist, ja. Want ze doen niet aan Mohana. Je kan me niet dwingen, ik ben gezond. Ja. Laat me zo. Ja. En dan gaan we nog vast als ik in Ik was ook als de dood om naar die testcentra van ze te gaan. Want ja, wat kun je daar besmetten? Met corona staat daar. Ja. Echt. Hoe kan je daar naartoe gaan voor je ik test? Ik zou niet in een groep gaan waar alleen gevaccineerde mensen zijn. Nee hoor. Ik zou daar ver van daar blijven. Natuurlijk. Ja, meneer Pater stuurde me laatst een app. Hij zat in een vergadering. Ja, ik zat op mijn werk. En ik ben de enige ongevaccineerde. Dat is een kleine groep. Wat zei je? Nou, dat iedereen zonder mondkap zat, behalve jullie waren een gesloten ruimte. Ze houden zich nergens aan. En wat zeiden ze? Nou, de besmettingen in Nederland lopen wel op en in België ook, want we hadden ook in Belgisch. En dan hebben ze het erover, maar ze hebben niet door dat het hier ook gewoon heftig is. En dat ze ook net één of twee keer zijn gevaccineerd. Maar de meeste zijn toch besmet, hè? Ondanks nee, niet de meeste. Eentje en eentje dichtbij. Dus, maar ondanks hun vaccinaties, ja. Klopt. Maar jij bent nog steeds... Nee, maar ik moet afkloppen, maar... Met godsdank dan. Want ik zit tussen mensen die gevaccineerd zijn, maar gewoon niet getest en gewoon alles meenemen, ja. Dus ik ben ook bang voor gevaccineerden. Ik ben echt bang. Ik ben echt bang voor de gevaccineerden. Dan voor de vuur zelf. Misschien bedoelt de heer Assin dat, want toen ik het las, toen voelde ik me bedreigd. Ik kan het opnieuw lezen. Hij zegt, het enige wat wel kan gebeuren is dat het zover kan komen dat je niet meer van alles mee kan doen, oké? Okay? Omdat het te gevaarlijk voor je gaat worden, denk ik, oh, wat ga je met me doen dan? Dat is het eerste wat ik dacht. Van, je kan niet meer naar voetbal, je kan niet meer naar de kroeg. Ik denk dat hij bedoelt van hoe als er besmetten zijn tussen de gevaccineerden en jij komt daar als niet gevaccineerd, kan het gevaarlijk voor jou zijn. Maar waarom? Jij loopt het op van je gaat naar IC. Omdat die gevaccineerden op zo'n danige wijze gaan gedragen naar die gevaccineerden toe, dat je bang kan zijn. Dat ze, want gevaccineerden worden opgehitst. Maar kunnen toch? Jullie nog tegen een discriminatie? Ja, een gesprek van de president herinneren van ongeveer een jaar geleden. Toen zei hij, want nu is het zo van, naar de kroeg ga ik toch niet. Of, ik ga niet naar voetbalwedstrijden, of ik ga niet naar die sociale bijeenkomst. Maar toen zei hij, die mensen die niet gevaccineerd willen worden, die kunnen ook op een gegeven moment niet toegelaten worden tot winkels. En toen schrok ik. Maar toen dacht ik van, maar je moet wel gewoon je boodschappen kunnen doen. Want dat is een van die enige plekken waar je wel moet gaan. Ja, maar denk je dat die Chinees
De Chinezen is geld nodig. Ze letten even op mensen. Maar dat wilde ik ook zeggen. De overheid vergeet helemaal dat ze alle toezichttaken bij de politie neerdenken te kunnen leggen. Door de politie helemaal gek wordt van wat ze nu al hebben te doen. Maar, en deze overheid vergeet echt alles. Stel voor, ik ben niet gevaccineerd en ik ken om op de hoek. Ik denk dat hij mijn ding gaat houden. Ik ga me juist bellen. Maar hé, wat heb je nodig? Ik ken een aantal plekken nu waar je gewoon zonder mankapje naar binnen kan. Oh ja, dat is Let op het beste. Wanneer je vandaag terug, naar een bepaalde plek, reden we terug en we keken naar een bus. Daar heb je massa's doen aan maskers, massa's doen zonder masker. En is massa's doen zonder masker, eviteren we zijn naar hel, naar devil. Minder de gevaccineerd, maar wel met mijn zorg, met een masker. Je gaat in de winkel, ze zijn mijn niet vrouw bijna vast. Ik tegen Taki, ik put een bord daarbij voor je winkel in was aan in Vermeer Marka. Maar we konden een boy kon daarbij een gangster weer een broek daarbij onder een bellen. Je ziet een jockey teja. Taki, hij zing je bij me komen zijn misschien alleen eens mijn school schoeven. En die staan in daar maar ben daarbij ontrouw. Maar aan, ben de eten in een winkel ontrouw Douglas man. Dat was eigenlijk de vrede van. Nu wat ga ik om te vrouw Taki. Ik was maar zieken je winkel naar je make-up sa. Naar je abitak ja zo mevrouw. If I make a boy konso jaso, I must have a letter to a condor bay, and she can grab the sun and go back in a photo. But there was the land opening up the regions of protocol, or not hold, and Mohana, they have so one big move for Mohana, must hold it up now. Since they say, yes, play that man, so of bang worden en dan wordt ik aan vaccinatie. Vandaar de vliegtuigenval die mogen komen en blijven komen en blijven komen en blijven komen. De Nasabi, je moet wakker, slapen worden niet wakker maken, maar de Nasabtak plaatseling af het vliegveld kan je normaal ontvangen vliegtuigen morgen. Daarmee, meer ontwijken op plein dat je ook marcheert, dat ook marcheert. Ter is de marcheert dat jij bezet. Over het marcheren gesproken, wat vindt u ervan? Het is ook een methode toch? Ja. Dat we moeten onszelf beschermen. Daarmee zeg ik dat ze amateurs, in elkaar gaan de amateurs, maar ze weten niet beter, ze weten niet dat ze daar tegen zouden botsen. Maar ik wist al dat er bij voorhand iets zou komen. Omdat wij ook onze mensen tussen hen hebben. Ik wil voet op ons koot of ons soldaat of ons soma, familie of buur of zo, ja. Die is zei ze, die hoort hem of maar die moeten hoort hem of dus is wat en als je draagt wat ze doen. Maar wat vindt u van het feit dat in één keer, plotseling zo ineens, in één keer poef, alle feestdagen mochten niet, niks mocht. En in één keer, plotseling poef, is er geen lockdown, niks. Op 25 november, Suriname's grootste feestdag. Ja. Want dit is Suriname's grootste dan feestdag. Dan is het virus, dan is het virus, luister goed. Ja. Dan is het virus een syndroom parlementsvoorzitter, vicepresident, nu eindelijk doorgebroken naar het defilé des presidents. Ja. Niet eens bidiari, maar dat is aan mijn tijd naar Surkusotaki met de defilé af. Maar waarom? Dat mij bedoel naar dat die bigas. Zo, wacht nog even op mevrouw Stukken. Het is maar bij de hermit dat je bij je pas in mijn andere hoofd. Oké, mevrouw Stukken. Maar er is geen lockdown, toch? Ja. Maar dat vind ik, ik zou dan, als Suriname, zou niemand naar die defilé moeten gaan. Laten we even de defilé daar houden en iedereen blijft thuis. De rollen moeten omgekeerd worden. Ja, niemand gaat naar de maar, ze hebben niet gezegd dat mensen niet mogen gaan. Nee, ze hebben niet gezegd dat mensen niet mogen gaan. Maar zit daar die fout. Maar ik vind van, al die andere keren was het lockdown. Nu is het geen lockdown. Dan keer ik het om. Niemand gaat, dan hou ik nou een lockdown. Ja, precies. Ja. En niemand gaat naar defilé. Ik ben slecht worden in defilé. Laten ze zichzelf besmetten. Laten ze voor zichzelf denk lopen. Denk je dat de Surinamers zich daarin gaan houden? Nee. Oké. Okay. Nee. Ze zijn allang. Nee, het zijn geen Surinamers. Oei, het zijn geen Surinamers. Het zijn de partijjournalisten. De Paiswa, het Masanyang, Dibri Paiman, Yonyamanyang. Dus je moet goed waar ook op in. Juist. Dat hebben ze wel. Dat hebben ze nu al lang gereden. Ja, ze hebben ook mensen moeten leren. Nee, ze zijn niet gek. De opkomst gaat niet groot zijn.
Mi Alfa Zelegiana. Ja, ze betalen goed hoor. Ze gaat wel komen. Mensen gaan gewoon. Kost wat kost, moet dat mooi zijn. Maar je kan opletten wie meer daar vertegenwoordigd zal zijn. Maar wie gaat het betalen? Los daarvan. De gevaccineerden gaan daar aanwezig zijn. Dus naar Doetje je dinsreden. Er is wel een nieuwe boulevard hè. Ja. Waar is een nieuwe boulevard? Op een nieuwe boulevard in Suriname. Waar is een nieuwe boulevard en een gaat dat ge... en een vaart dat ge... Een boulevard is een... Is een straat, een kade. Een kade. Ja. En, maar deze vaart gaat wel in een geboulevard. en dat is de deze de Lano Boutense weer. En één soort type mensen zie je daar bijna. Ja. Oh, ja. Dag en nacht wordt er daar... Twee soorten hoor. Ja. Man en vrouw. Ik heb even een kleine vraag. Oké, denkt u, of misschien moet ik het niet zeggen, denkt u dat stelt, of denken jullie... Als de tribune zit vol aan mensen. Ja, mensen mogen meedoen. Je mag dichterbij zitten. Ja, maar dichterbij je woordje. Oké. Pas tribune, man. Maar denkt u, want Suriname is een kruik die... Wanneer houdt u je hoofd? Gaat het vallen? Oké. Het mag hoor. Oké, Suriname is een kruik die op barsten staat, dat mogen we stellen toch? Ja. Onafhankelijkheidsdag, mensen hebben lang niet mogen feesten, er is geen lockdown, er is een iets gebeurende in de stad. Iedereen mag er naartoe gaan, of iedereen kan er naartoe gaan. Wat gaat er gebeuren als er zoveel mensen die op barsten staan bij elkaar komen, ook al is het om naar een defilé te kijken, van een president waar ze heel veel van houden? En Sawanif Samikapsa, het kan bijna geen niks meer schelen, maar ik Sawanif Sa. Te sam op sa, dat nou een trattori. Maar nou mis sa odrape. Ja toch? Want even mis sa rape, moet ik appassadoro. Ja. Is je uur met meer bakka, maar. En dan geval, Serena de Vest was een uitdaging nu. Jawel. Heel grote uitdaging, maar Serena ook een uitdaging. De vrede moet terugkomen. De vrede moet komen. Er is geen balans in Suriname. Er is niet geregeerd, men heeft bewezen niet in staat te zijn voor Tjaar Asselang en Palokwaka de Kwam. Evenredige ontwikkelingen komen. Ja. Ontwikkelingen komen en hier en daar de lap want te zijn is daar hier en weer dichtbaar. Veel gepraat, veel gedit en daarom kunnen ze bepaalde dingen niet gedaan krijgen, maar veel corruptie. Ja. Boom voor corruptie, we kunnen het bewijzen. Openlijk. Heel openlijk. Het is makkelijk te bewijzen. En ik had het gezegd aan bepaalde mensen die verraden eigen soort doen. Ja. Die met eigen ding, van wat kan dat dit idee? Mensen zijn nog niet... Maar mensen zijn nog niet meer partijen zakken, maar gewoon überhaupt regeerders. Straks gaan mensen in opstand komen, niet tegen een partij, maar gewoon tegen gezag in het algemeen. Dat is wat er in Rotterdam is gebeurd. Ja, dat is het gevaar. Ja. Juist. Want het maakt er niet meer uit of het een VAP of een NDP is, maar zoals we nu gaan, gaan mensen gewoon tegen alles anarchie. Aanschoppen. Ja. Is anarchie. Maar, is anarchie, maar het is opgeroepen. Juist. Ja. Het is door slecht beleid ontstaan. Okay. Men heeft nog steeds niet door wat er kan gebeuren en zal gebeuren. Men wil in december toch feesten. Dus wat gaat er nu gebeuren? Jongens, lockdown opgeheven. Iedereen gaat als een beest keer. Ja toch? Er gaan besmettingen plaatsvinden. Dus jongens, we halen onze targets in december. Want er gaan meer mensen gaan om zich te gaan vaccineren. Ja, nee, en dan kunnen we feesten, dan kunnen we de beest gaan. Ja. Maar dat zijn voor zij die niet nadenken. Ja. Maar daar nu de nog half 50% en 50% nog abra. Dat is wat Pastor Meijer zei. Daar zit ook wat in. Het vuurwerk is al binnen in het land. Het moet verkocht worden. Het moet doorgaan. Ik denk dat je werk uit Chira Pures doet. Die rook toch? Ik kan dat ook uit Chira Pures. Wat zegt u daarvan dan, mevrouw? Ja, zijn boven. Mevrouw van Panimbo. Wat zegt u daarvan? Boven de 50. Ja? Je mag praten, we kunnen horen. Geen beeld. Ik hoef niet in beeld. Oké, wat? Denkt u dat met de Surinaamse Osodresi COVID te vermijden CQ te genezen is? Vele natuurgenezers hebben hun product al aan verschillende personen aangeboden en wat ik lees, het helpt. Wat is uw mening? Alvast mijn dank. De heer Ray Bergen.
en zonder meer. Het is bewezen. En we hebben niet alleen in Suriname, maar ook internationaal. Werd onze ossodressie. Ja. Dus, maar mensen snappen ook de winst dan niet, hè? Goeie wijnboefheen. Ja. Meneer Rebergen, Ayuroko. Ayuroko, alla fasi. Volg ons maar. En me big up to alle netramas en me ossodressie. Want ano mi wan sabi, ano mi wan kang, ano akata wan kang. Maar ook gebruiken ossodressie. En we zeggen, hey jepu, maar vooral zindelijk zijn en we horen de afstand van een soort monsterachtige mensen. En kijk, dit is maar zijn gevaccineerd. In een man kaart, in een man is maar kwalijk. Dit is maar gewoon wat zijn die. Zo te wat heb je spijfing. Zo wat heb je nog briebe in een. Trouwens weer omdat de bestemd zo. Trouwens weer omdat de kiswaan tjoko dat go. Zoveel redenen. Vele hebben werkreden als werk. Ja. Als werk, trouwens, ja, als de werk zijn zwak. Terwijl ze dat doen, als je ook op hem kan, wat ik niet doen, dan moet je ook op dat draaien. Maar ik ben doen in Rotterdam. Dat is maar normaal druk. Maar op Rotterdam waren er volgens mij heel veel gevaccineerden. Ze waren gewoon zat die maatregelen. Ja, omdat ze. Want ze hebben geluisterd. Nee, ze hebben daar gemerkt in Rotterdam. We zijn gepakt. Daarom waren er meer gevaccineerden op straat. Slim gepakt. Slim gepakt. Maar ook, en niet Rotterdam, alleen internationaal nu komen er opstanden. Ja, want de mensen hebben zich gehouden aan die maffe maatregelen. En, de mensen van tegenwoordig in Oman worden ze maar in Osomoro. Nee. Geen lockdown meer. Je ziet dat een lockdown een massief was op vast. Ja. Voor de onze vrije mensen. En dat ben je in Europa, met dat jaar in Europa, met dat vatang. Voor de herdeling van Tjoso, je kolouw helemaal. Ja. Je wordt gek. Ja, zo ba. Voor een morgen vrijheid. Maar toch je vieren het druk dat je in de vrije morgen. En een morgen Rusland en Noord-Korea. En Wit-Rusland, dat is aan de wankom. En ondanks dat die Lukus zijn protest aanhouden in Wit-Rusland. Ik ga zo commenteren Tamara morgen voor de kastenratie. En dat gaat tenslotte dan hier ook gebeuren. Je hoort gewoon aan tapu met Komoro razen. En if you keer me, trust me op een Komoro voor, tel ik dan trouwen jou. Want als je dat if you scope me, must scope you back. If you knock me, must knock you back. My if you shoot up tapu, I'm going to stop you back. I drop it to Jimmy. Er zijn reacties. Ja, want hebben hele... Ja, oké. Okay. Dit zegt de heer... De mensen doen mee, dus ze mogen. Juist. De heer Steven Jonathan zegt, het gaat over... niet eromheen draaien, die scheiding is er om te blijven. Het gaat omdat de groep al gevaccineerd is en er komt heel wat op hun af. Waar wij mee te dealen gaan hebben. Dat is zo goed als ze zeker. Het. Ze weten het. En het is nacht de jongen niet dat ze op zijn. En ze mensen voelen het. Ze kiezen dat ze gewoon gevaccineerd zijn, maar ook de rest ja zo. We moeten alles doen. Iedereen is voor spoelen als ze steen voor elkaar indenken. Omdat de vaccinatie na een paar maanden. Ik moet zeggen, maar de nauwe is energie. Dat is weer voor. Daarom is ons met corona adres om met medicijn tegen onderliggende aandoeningen. Ja, weerstand verhogen en detox. Preventief en ook nazorg. Want telkens corona en want to drie je komt bakken op jaren. Ja, mensen sukkelen nog lang. Ze sukkelen, maar dan kom je snel weer krik des maar op bakken. Je hebt geen medicijn nodig, maar goede weerstand en immuunsysteem. Oké, precies daar wat u zegt. Immuunsysteem. Daarom werkt het ook. Want als je lang naar boven zegt. Wat meneer Paters daar zegt, hier een artikel van dokter Carla Peters, die zegt: niet een virus, maar een verzwakt immuunsysteem is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Juist. Ja, en juist. Wat, dat is wat steeds meer mensen begrijpen. Nu ook in het buitenland, je hebt een immuunsysteem nodig dat werkt. En dat kan verzwakt zijn door je onderliggende aandoeningen en je patroon. Maar, één ding moeten we wel bij vermelden. Ja. Dit ding is systematisch opgebouwd. En het is systematisch opgebouwd. Waardoor in het begin na 60 naar boven en toen hebben ze de frequentie opgeschroefd. De jongeren kwamen alleen in Rotterdam in afstand en toen hebben ze een broken ding. De op de 15 is zijn morgen. Want het is een gemaakte virus. Ja, en ik heb gehoord dat het dus vaccin... je immuunsysteem gaat tot een bepaalde zijn. Juist, het vaccin dus je gaat het toch krijgen. Breekt juist je weerstand af. Ja. Dat is wat er gebeurt. En daardoor heb je die boosters nodig, omdat je eigen immuunsysteem het niet meer doet. Zelf die boosters vertrouw ik niet. Maar welke boosters? Die boosters die zijn die vaccinatieboosters. Zo brokzooi. Ja, dat bedoel ik. Hetzelfde. Het is een slim bedrag om je meer onder de te krijgen. De grootste leugen is wat hier ook in Lelydorp staat op die grote posters, is dat die vaccins je weerstand opbouwen. Het is andersom, mensen. En ik wil de mensen, en je hebt mensen die kon niet leren, maar wat accidenten kon, dan denk ik dat ik kan spuiten. Maar ik denk dat ik
En alles weer terug naar rotzooi. Kunnen we geen rechtszaak beginnen om, om de grote reclamebord in Lelydorp? Van vaccin bouwt je weerstand op. Moeten we daar geen rechtszaak beginnen? Want het is gewoon niet wetenschappelijk onderbouwd dat een vaccin je weerstand opbouwt. Het tegenovergestelde is waar. Ja. Ja, dus ik zou liever ik zou liever mijn truck eraan vastbinden dat die rommel is. Er is hier ook een Ja, maar het zijn gewoon leugens. Er is hier een stelling. Het is volgens Wacht even. Ja. Er zijn toch andere manieren om dat ding daar recht te halen? Ja, maar mensen kiezen nog steeds voor het vaccin, dus het heeft geen zin. Nee, welke mensen? Het zijn mensen van partij. Nee, niet alleen hoor. Maar heel die komen veel mensen langzaam van het naar werk. Buiten. Ik zat gisteren heel veel weg van het werk. Ik zat gisteren en ze waren ook met het werk. Ja. Ik zat gisteren naar Kroetoe te kijken. Ja. Kroetoe is voor jongeren, hè? Tussen de 12 en de 16. Dan mag je niet kijken. Net niet. Luister. En een van die beters, die zei van ja. Ik heb wel een vaccinatie genomen hoor, want het is goed. En mijn ouders hebben het ook aanbevolen, dus ik heb het genomen. En overal waar ik kom en ik ben gevaccineerd, krijg ik korting. Ja. Korting. Zo erg. Maar je voor de handel naar je gezondheid. Economisch af. En dat is niet goed. Ongeveer 15 jaar. 15 jaar. Ze krijgen korting. Heb je een sabietje porti? Ja. Maar oud is korting toen wat rasani. Maar dat kon je dat bijna ouder. Korting in het leven. Oud is korting wat rasani. Hier is een stelling van diezelfde dokter. Zelf mannen krijgen later korting. Ja, hè? Ja. Hier is een stelling van diezelfde arts. En die zegt, het is volgens verschillende experts veel beter om nu een groot deel van de samenleving, nu dat een groot deel van de samenleving al gevaccineerd is, naar voorbeeld van Denemarken en IJsland, alle maatregelen op te heffen en het virus rond te laten dwalen. Ja. Direct agwe. Ja. En iedereen is ready. Dat moeten ze doen, maar ammonisa. En die mensen, de maatschappij, de fabrikanten, zij maken de dressie, de vaccin. Ze zitten te pakken met hun jaarwinsten. Dus een jaar tappen met om een miljard. Ja, terwijl we dit. Het wordt zo omgeroepen. Heeft u die financiële cijfers gezien? Hoeveel geld er nu in de laatste 2 jaar naar de rijkste mensen van de wereld is aan het gaan? Nu? Kunt u een paar noemen? Ja, voorbeelden? Nee, ik heb het voorbeelden niet uit mijn hoofd. Ik kan wel de link naar de filmpjes sturen. Dan zetten we die op Facebook. Maar het is echt, het schijnt nu dat dus alle geld stroomt naar de rijkste van de wereld. Ja, en harder dan ooit tevoren. Dus daar zijn gewoon bewijzen voor. Ik heb het laatst ook aan de doel gestuurd. Ja, het gaat heel eng nu. En ik had het voorspeld en het komt uit. Het stukje van die en hoe lang hebben we nu corona? Bijna 2 jaar. Ja, bijna 2,5 jaar van tevoren had ik het voorspeld. De wereld is boosaardig en verziekt. En het is gebeurd. Het is daar. Het is nu aan ons om hier heel sterk te zijn. Omdat je verdeeldheid kunnen schrijven en ons strijd tegen het dibri. Sana dibri, dat is Sashi. Er is ook een gemeenschappelijke doel, dat komen we eruit. Heel klein stukje van dit? Nee, een klein stukje daarvan. Oké. Okay. Gewoon dat de mensen. Kom maar ik ga een filmpje maken van hetgeen wat ik eigenlijk al heel lang wil zeggen. Ik kan wel op die box. Mevrouw Zaa, doe het niet. Ik zeg, ik doe dan eens wel eens. Want ik vind dat iedereen dat moet weten. Dus, hier. Eén moment. Ik zie mijn dingen. Ik heb niet alles voor de camera te doen. Dat zien ze mee. Nee, dat is niet erg. Ben ik een ster? Ja. Nee, ja, wel, mensen kijken naar uw programma's omdat u de ster bent. Ik ben geen ster, maar vandaag ben ik een man. Mevrouw Zaa, doe het niet. Ik zeg. Het plaatje is niet. Ik doe dan eens wel ze. Want ik vind dat iedereen dat moet weten. Dus. Hier zijn we van de goudstandaard afgegaan en dan zijn ze geld beginnen bijprinten naar beleven. In 2020 was er een toevallig virus dat net voor net iets te veel goed uitkomt en hier hebben ze dus echt ons geld kapot geprint. Ze zijn zelfs gestopt met de chart te updaten. En hoe komt dat nu? Uw onverkozen overheid, ik sluit uw zaak, ik sluit uw horeca, sportschool, restaurant. Maar geen paniek, ik ben goed, ik ben de goeie. Ik zorg dat jij geld krijgt elke maand, zodanig dat jij
Ja, ik zeg goed. Hè? Ik, uw papa, ik zorg voor u. Oké, top. Maar eigenlijk zegt de papa, hey, ik print u gewoon kapot. Want uw geld is eigenlijk niet veel meer waard. Nu, hoe komt dat nu dat je dat niet sneller ziet dat alles aan het stijgen is? Gelijk gas, elektriciteit, tanken, eten in de winkels, alles is nu duurder aan het worden. Hè? Omdat nu is alles te goedkoop, dus het geld komt in omloop. Het is niet alleen in Suriname. Dus ik zal hier tonen, deze is de velocity, dat is hoe vaak dat geld van hand tot hand gaat. En dit is sinds Wereldoorlog 2 nooit zo laag geweest. Nu, ik koop nu geen nieuwe auto, want ik zit misschien volgende maand zonder werk. Hè? Ik ga ook niet op reis, want ik mag niet, want het is lockdown. Dus ja, ik blijf maar beter thuis of ik ga in eigen land. Hè? Dus ja. Het geld blijft bij de mensen. Nu, het geld komt nu terug in omloop en nu begint je de eerste tekenen van inflatie te zien. Nu gaat je zeggen, ja, maar dit is van de dollar, hè, van de Federal Reserve. Dat is niet een euro. Oké, maar als de dollar, als ze de euro niet bijgeprint zouden hebben, zou de dollar nu waardeloos zijn ten opzichte van de euro. En dat is niet het geval. De dollar is zelf aan het stijgen. Dus ja, je kunt denken wat dat er eigenlijk gaande is met ons monetair systeem. Waarom hebben ze ook de lockdowns anders aangepakt in Zweden en in Denemarken? Omdat ze daar hun geld willen beschermen. Als ze dat daar gedaan hadden, hadden ze ook hun Zweedse kroon moeten bijprinten en hun Deense kroon. Nu, dus iets in mij zegt dat dit eigenlijk allemaal redelijk gedaan is by design voor de euro minder waard te laten worden. Ik kan fout zijn, natuurlijk. Nu, wie heeft onze verkiezingen gewonnen met de laatste verkiezingen? Denk daar zelf in na. Zegt u nu zelf die en die. Oké. Wie is er niet aan? Ik wil ook even duidelijk maken, ik ben niet de complotdenker of een wappie. Of whatever, ik laat gewoon zien wat ik zie. Het staat er. Hè? Je kunt gewoon in Google tikken in. Het staat er gewoon. Oké. Okay. Nu, het World Economic Forum, de Great Reset. Hè? Wat ze eigenlijk willen is iedereen in smart cities steken en 100% controle. Oké. Okay. Wie is daarbij? Toch wel niet toevallig Alexander de Croo zeker. Ik ga refreshen, dat je het kunt zien. Hup, het staat er. En wie is dat voor Nederland? Toch wel niet toevallig, Mark Rutte zeker. Nou, wie zou dat dus, zijn? En die wordt dan gesponsord door Unilever. Nu, het World Economic Forum is een bijeenkomst elk jaar van de 1%ers. Dus de Coca-Cola's, Procter & Gamble's, Unilever, de politici van de hele wereld. Ja. En daar gaan zij zeggen wat ze gaan doen en hoe dat ze het gaan aanpakken. Ja, want dit gaat door en door. Hij heeft nog meer bewijzen. Want ik vind het ook moeilijk om al die bewijzen op te noemen uit mijn hoofd. Maar hij haalt het heel helder, wel een beetje saai aan. En dan komen er steeds meer bewijzen voor waar we naartoe gaan. Uiteindelijk komt hij ook tot een conclusie dat ze virtueel geld willen drukken, waarmee ze eigenlijk iedereen's doen en laten direct kunnen beïnvloeden. Dus dat is zijn conclusie. Uiteindelijk met bewijzen onderbouwt hij dat. Dus dan wordt je hoeft maar even een kleine overtreding te maken of je mag een bepaalde winkel waar jij gewend bent naartoe te gaan niet meer in. Want alles is dan... Weet je wat er aan het gebeuren is? Ja. Met QR-codes. Weet je wat er aan het gebeuren is? Alle film zou bij Xi, we trouwen staring in de film. Juist. Met een film zou bij Xi en Mickey toch? Zou maar bij Mickey in science fiction en alles wat zou dat zijn? De maat voor hoe, dat is voor ons systeem. En al de wereldregeringen zijn die bijna, alle de wereldleiders, op een paar na werken hier aan mee. En de enige zou die heeft onschriftelijk volgens mij op. Bosnië zijn die, de enige zijn die de overmeester den toe. Dus we zijn nu in Udena film en ons zoek moeten dat paar... Ik moet je voelen de Udena film. Ik moet je voelen de Udena film, maar vind je die lassie? Ik denk niet dat een gevaccineerde computer gestuurd willen worden. Nee, ook niet. Ze willen niet meer als opzet. Je wanneer die iemand om met die? Vaccineerboosters niet. Als een hart al kunnen maken, een machine hart. Wat zijn een pijnvuur artie? Dadelijk, je bent een robot. Ik heb een nanochips. En dat is een tapie bakken aan een broer, aan een kabel aan een lente. Nanochips of zo. Geweldig wetenschap. Eigenlijk ben je geen mens meer. Ik heb een vrouw die een machine. Plastic. Plastic machine. Even, wat is dat broer?
Een machine dat gaat die brengen. Of je put die in of een hersen naar na een machine. Dat is een jarus. Boy, dat is een probleem. Of je put die in de tappen voor zodat dat is stroom. Heb je voor die idee dat afro dat afro en die afro dat is stroom? Dat klinkt wel goed. Oké, hekafro. Heb de hekafro. Voor mij hekafro, bij mij de hekafro is dat zin. Afro, opa no one you. Misschien 20 body. Dat is een jekje. De hekking. Dat is nieuwe prooi worden. Nieuwe prooi. Of afro, opa wan mate, afro lift up a TV. Maar we lachen erom, hè? We lachen erom. Wacht maar, op die eerste. Maar ja, wacht maar. Dan gaat hij zeggen over 2 jaar. Ik had voorspeld 2 jaar geleden. Mijn broek had TV, mijn broek had computer, mijn broek had alles aan zijn kaza. Maar nog een afro alvast. Mijn naam is een machine. Oké. Nou. Dus ik een machine had. Wilt u een speler veel, zal ik comments lezen? Comments? Comments? Mooi zo. De heer Steven Jedaton die zegt, we moeten alles van hun gewoon boycotten, want ze zijn in oorlog met ons gegaan. En dan heeft hij dus over... Ja, waar we spraken de, maar dan moet je je telefoon ook meteen weggooien. Nee, niet over, komt er niet aan, hoor. Nee, niet over waar we net over hadden, maar daarvoor. Eigenlijk het boycotten van de gevaccineerden. Ongevaccineerden, dat stukje. Oh, we moeten het monopoliesysteem doorheen. Ja. Juist. Want er is een mooi plaatje, hè? Ik kan het vaker op Facebook, waar een paar elite mensen een monopoliekaartje hebben. Ja. Ze zijn aan het spelen en daaronder zitten de mensen. Ja. En daaraan geven ze van, als die mensen opstaan, is dat heel spelletje van ze gestopt. Dus ik denk dat moet gebeuren. Ja. Ik dacht dat die... ik denk dat er nieuwe mensen in de plaats komen voor die monopolisten. Ja, inderdaad. Er komen nieuwe wolven die plek innemen. Dus we staan moeten aan niet te wachten op hun plaats. Zeg maar, met één regering weg, dat dan alle ellende uit de wereld is. Ja, dat blijven altijd rotzakken, klootzakken. Er was werken dat die ene regering weg gaat en wat dingen on hold zijn geopend. En dat daar regering zijn concept dat er wordt niet gegrapt. Er wordt niet gegrapt, Er wordt niet gegrapt. Nee, ik snap het. Ik dacht dat... Maar over dat plaatje wat ik zeg, als je het goed begrijpt, kijk wat je zegt. Stel, we zijn opgestaan, toch? Wij moeten ervoor zorgen dat we niet meer daar komen. Juist. Dat ze ons weer bespelen. Dat er weer die spelers zijn. Ja, maar dan heb je weer wat overlopers die het wel gaan. Wat voor dat? Die invloed die rijken hebben op het spel. In het spel, toch? Is onbeschrijfelijk. Ja. Toch? Je houdt het niet voor mogelijk dat jij en ik samen spelen om bijvoorbeeld tegen meneer Magnac en tegen oom John, weet je? Nee, maar we spelen nu tegen mensen met satellieten. Ze bezitten satellieten en wij hebben het over auto's. En ze beheersen dat, toch? Ze manipuleren ons, juist, snap je? En zonder dat je het weet, ben je aan de andere kant, weet je? Ja. Dus, maar is dat je weet mag jou niet overkomen. Ja. Maar onze alle de lopen voor je takkie, zo econoom ik takkie. Econoom, wat heb je hierop te zeggen? Niks. My boy. Ja, nee, ik hier weer niks. My weet alles, hè. Ik dacht dat Ami Kwaku het over een ander plaatje zou hebben, want dat vind ik ook toepasselijk. Even kijken of ik het goed onthouden. Het heeft met een wip te maken. Ja, en dat ene zit er één persoon, volgens mij, één persoon die het lijkt alle macht te hebben, maar die anderen hebben niet door dat zij ervoor zorgen dat die anderen niet valt. Ze blijven gewoon braaf kijken zo, maar als ze weglopen valt het hele systeem. Dus het volk heeft niet door hoeveel macht ze eigenlijk hebben. Ja, ik dacht dat u ook voor dat plaatje had waar, het is aan zijn buis gemaakt, daar staat er een manga met zijn mond en hij vangt alles en het volk daaronder vangt kleine druppels. Neem weer eentje waarbij het volk dus niet door is hoeveel macht ze wel hebben. Zij geven die rijke macht. Kom even. Ja, maar, er zijn nog comments hoor, Basie. Ja. Oké. Okay. Maar eigenlijk is het werkelijk zo, hè. Zolang we door blijven gaan met het accepteren wat de rijken zeggen, dan blijven we onze macht geven. De oneerlijke machthebbers, dat. Want de rijken maakt niet uit, maar de oneerlijke machthebbers. Want machthebbers is ook niet erg, maar oneerlijk. Even kijken. Mevrouw Amazon Queen, ik begrijp uw opmerking niet, dus ik ga het helaas niet oplezen. De heer Regilio Wiebers, die zegt...
het nieuwe volkslied in het Hindoestaans. Ik heb, is er een nieuw volkslied? Nee toch? Ja, ze proberen toch door te drukken een volkslied in het Hindoestaans. Maar we kunnen het niet accepteren. Nee. Dat is er aan tongen aan het Nederlands. En dat kan ook creëren van Sandinobo. Je kan het niet zo accepteren hoe acceptering in Suriname naar het Nederlands. Daarom op de eerste plaats zijn we Surinamers. Daarna hebben we Surinaams volkslied. Ik ga zingen met Sani, of een Japanese ga zingen zo, of een Nederlands zingen zo. Als niet, kan wat Surinaams volkslied. Waar zijn we naartoe? Je krijgt geen nation building. Nation building, ja. Ja, dus dat kan niet. De heer Quincy. Het klinkt wel mooi. Maar als een mooie Surinaams lied traditieert, dan ben ik wel, hoor. Dat mijn arken, jij is een naam. Ja, dat is een mooi lied. Dat is een heel mooi lied. Ja. Maar een volkslied, daaraan moet je niet komen. Er is, de heer Quincy Segelaar zegt, jullie spraken net over ebola. Ebola-virus. Ebola is erger dan HIV en men kan het ook door seks krijgen. Maar nu komt het voor... Oh? Ja. Ganga? En nu komt het voor ebola. En nu komt het, voor ebola hebben ze snel een vaccin gemaakt dat mensen met ebola geneest. En dan, hoe is het nog, hoe is het nog je vaccin tegen HIV? Is dat dan met dingen toch? Yes. Ebola is een parasiet. Ja. Oké. Okay. Er is net ook een de tweede vrouw ter wereld nog, volgens mij in de USA, is natuurlijke wijze genezen van HIV. Natuurlijke wijze, gewoon plots, niemand weet hoe. Ja. Kom naar Taktonsje voor u. Daar is deze farmaceutische mafia konjo. Ik wil niet zijn niet zo. Dan gaan we even door met de comments. Maar one sickie van HIV is sickie. Johnny? Maar er zijn nog comments, hè? Kan ik ze even allemaal lezen? Oké, de heer Ray Bergens zegt... Oh nee, dat ga ik niet zeggen. Oké, dat het beeld bevriest, daar kan ik niks aan doen. Wij merken geen niks ervan. Ja, zoals de Lispikkie Biggiesma zegt, gewoon iedereen thuis blijven en... Also ne bet you. Ja, also ne bet you. Zo is het. Amazon Queen zegt na 25 november gaan ze ons lockdown zetten omdat hun feest al gevierd hebben. Ja, ze denken dat. En ze vraagt wat mensen kunnen gebruiken voor mensen die gevaccineerd zijn. Dat is al uitgelegd, mevrouw. Ja, we kunnen je altijd detoxen. Detoxen. We krijgen een heel broedersysteem voor een heel rotzooi bakken. Ja, Agroen kan dat namang. Agroen kan dat namang, klaar. Ray Berger, bedankt voor uw antwoord dat u had gegeven. Ik weet dat het is over Agronka, over Osodresia. Ik weet wel dat het een hele discussie is waarom Lanti no promota Osodresia. Ik weet wel dat multinationals no make money more. Dus ja, dat ja. Oké. En de heer Michael C. Gerald Alabama die zegt: ik wil gewoon geld, tussen haakjes papier, waardeloos verklaren. Laten we teruggaan naar vis en landbouw zoals de mens duizenden jaren geleden heeft. Dat is al lang daarmee begonnen hoor. Van de Karing, ruilhandel. Ruilhandel. Ja. En daarom is het dat gewoon overleef. Steven Chinaton zegt: men is achter je ziel aan. Ja, Jared Alabama zegt: laten we niet vergeten dat Anana het laatste woord heeft. Nana kedwama kedwapos asia kemponugima. Dat is een heel fabrika en een dompugrima. Dat sabi konto naba bradouma, bika sabi adagro ta pule kidama, kama gete dai. Dat is een nana ke jampo. Bika enkanta kala na oyere. Oshé. En bika sabi, leri bende bifo sabi bende bifo leri. Mana leri konti si sabi. Dat sabi konto naba bradouma. Na tori da tuta dape. Johnny, sagro ngitaki, donke. Go to one pretty, make a pretty one drone. I don't care never mind. I'll ask my mom to say, Piki, that name.
in mijn kap hoor. Ik hoor een pint in mijn kap pretty. Don't care, never mind. En dan groeien die zingen zo. Ajuur dat ik kom. Dat we naar trop zouden passen. Dat we basha mama. Kom je bakken. Kon je even zeggen wat in de discipline leren. Heel erg goed. Kon je. Tata busun kana weshanu mamuru, onde pori kabanu mamuru. Tata busun kana weshanu mae, onde pori kabanu mamuru. Arkibundo. Yes. Deed en pray. Bagarati wo pray bij mindy. Dat is hem persoonlijk. Bij mindy. En bagarati wo pray aan proberen. Yes. Wo proberen aan zijn aan proberen. Iedereen is welkom via je verre kijker. Maar speciaal, je hebt speciaal gehadig dan we gaan heel grote ventilator ook zetten. Ik blaas alles aan mooi en dan heel veel zetting aan mooi naar de vadekaring. Desinfecten, Sani. Hier is ja, heel veel op een mooi open weight. En dan we pray. Zo veilig mogelijk. Je weet niet, de wind die bar kon, je mag actie, want ik heb de jaren dat ik zie. En zo wind is er wani. Zo wind is er wani. Ik is ook wel. Een prik. Een vaccinatie. Een vaccinatie. Ik zou niet de gestelde Pfizer of Moderna of zo. Dus. In elk geval, we gaan ons aan de regels houden. Maar een tapjari prik of de tegens mij speciaal wint die prik aan mijn doodje misschien. En mijn verplicht voldoening. En dat na een B-mindje die we prikken. Zo maar dan zou ik zijn B-mindje. En de afgestem, hoe laat zijn de tijden? We beginnen date en prik 2 uur. Of 3. Ja. Het gaat niet bekendgemaakt worden. Nee, maar dat ja. Ding is al lang op dingen. We weten het al 2 uur en van, ik denk tegen de middaguren zo, toch? 5 na 7 is het een B-mindje. Ja. En daarna is het proberen tot 10 uur s'avonds, ja. Denk ik. 3 uurtjes lang. Dus de gegadigden die zullen dan aankomen. Na dit programma nu is het werken geblazen hier op Akata. Er is nog één kleine belangrijke opmerking. Morgen gaat Kunya Akata Kondres ja, even live. Morgen tegen 11 uur is Kunya Akata live. We gaan niet zeggen hoe of wat, maar kijkt u maar wat wij allemaal doen in het land. Via. Ja? Morgen om 10 uur zijn we live. 11 uur. Om 11 uur is Kunya Akata live in de stad. 11 uur 's morgens.
11 uur 's morgens in de stad. Surinaamse tijd. Surinaamse tijd zijn we live. Kijk maar wat we allemaal doen. En Unesco wacht dit op Sinterklaas naar een cadeau. Maar we handelen van herkondrehandel. Tenating, ook aan vorige regering. En als je abisma zei zetten in, dan je draagt eens maar voor. En dat ze opzettelijk dit niet hebben gedaan, we bedanken en dat is het kwam zijn over ding. En het kwam zijn over de manier toe, voor de normen en waarden. Ja. We zitten ook daar niet op te wachten. Nee. En dat we voelen of we kunnen wat erin doen. Maar het moet gezegd worden. Jawel. Ik denk dat we de Sinterklaas zijn door. En toch naar die koning, weet ik wie dat is. Dan 6 december zou ik denken een kerstcadeau bij Sinterklaas en Pieter Baas. Dan zijn mensen die nog daarin geloven. Ja, ze wel doen. Ja. Ah, maar, wacht niet op deze zondag. Oké. Ja. Na zei voor mij. Hoe komt je via Kata? Is er nog een opmerking? Oh, ze willen weten of de kleding. Nee, want mensen gaan kijken vanuit Facebook en zo. Ja. Ze mogen aantrekken wat ze willen. Je mag aantrekken wat je wil, alleen niet op met je blote bel hier komen. Nee, maar mensen, kijk, mensen zijn niet uitgenodigd bij deze. Nee, mensen zijn wel uitgenodigd, gegadigden. Speciale mensen zullen zijn. Ja. Maar iedereen is uitgenodigd op Facebook aanvast enzovoort. Maar er zullen wel mensen zijn, is dat wat ze aan zo'n nee, ik bedoel, maar het is niet bij deze. Ik wil op prejaar. Ik ga tegen je, wat kan ik wel op mijn prejaar doen, zeg je. Maar als je dat permanent houdt, mensen zijn niet dan. We weten precies wie komt en wie niet komt. Wie gaat volgen en zo. We weten dat we geen massameeting hier kunnen hebben. Maar altijd apride. En. Wat jij er wakker. En. In een WhatsApp sabi, maar in je horine en dan aan de zandat. Dus if je WhatsApp sabi, volg u. En dat is mijn door dit jaar, dan is dat Amerika dat na Jimmy wan shigara na Jimmy wan shmara na dat soort chanda. En aan papa kast dat die, no? Beeman atratori. En mijn oefen, want kwam die zin de, jawel, is je den toch? Is je den toch, zonder vaccinatie, is je den? Ook een gevaccineerde kuiten, tegen een gevaccineerde kuiten. Kom, ik kwam toe vaccineerde kuiten, ja. Johnny vaccineerde. Oké, Basie, de heer Jerof uit Alabama zegt, dat mensen behalve. Ja, oké. Okay. Hij is wel uitgenodigd hoor. Oké, maar hij zegt: ik heb juist een string onderbroek gekocht. Jammer dat ik het niet aan kan. We zouden daar glitters eraan zetten, meneer Jerry. Hij mag niet in zijn blote bil komen, toch een string in blote bil. Oh, mi gadosa. Oké. Maar Elfa, als je talibu fika olibide, hoe dat team zingen, mooi zingen, ja, jongen. Afsluiting. Dans kom ik deze machine met tapping. Vanaf dat voor dat telefoon even. No enough singing. Dans, no. This not a pure sunny. Dans kom met mo prima poco. Mi wo prima je dans kon dat tapje kon tapandrom. Hey, in een wakker komen ervaren. Je chira pas dat. Ik kon niet. Oké. Men wel even put a telefoon. Doe lekker a katanza. Na je na meke sunny dan. Daar meke sunny kon sunny dat moro. Oké. Oudere. Dans. Na alatrel. Okay.